Zo, hoppakeetje. Hoppakeetje. En dan doen we Twitch ook aan. Bots. Als het goed is, worden allebei de streams nu eruit geknald. Ga ik wel vanuit namelijk. Ja, op YouTube worden we uitgezonden, jongens. Let's go, man. En op Twitch ook, kijkers. Hoho! What's up, ladies and gentlemen, jongens. Hey, mannen, welkom bij de stream allemaal, boys. Nice dat jullie allemaal zijn. Heel even kijken, hoor, jongens. Laten we even dit nog aanzetten. Zo. Ik moet wel even wat drinken pakken, jongens. En nog een storetje maken. Maar iedereen, jongens. Welkom allemaal bij de stream, jongens. Super dat jullie allemaal van de partij zijn. Even kijken. Laat me nog heel even de chat hier openen. Even kijken terug. Chat uitvouwen. Dat deed je hier zo. Oh. Laat me nog heel even iets fixen, jongens. Hier zo mijn chat uitvouwen. Die handel. Chat uitklappen. Let's go. Hey, mijn mannen. Hoe is het met jullie, jongens? What's up? Iedereen zo is er bij de stream, jongens. De chat staat goed. Alright, laat me nog heel veel wat uit de koelkast graaien, jongens. En dan kunnen we echt beginnen. Deze kan ook op lekker op pauze. Zet hem even lekker hier zo neer. Bob, even een klein schermpje. Hé, hey, maar mannen, hoe is het met jullie? Hebben jullie een dikke vette dag achter de rug of niet dan? Even kijken. Zo, ja. Top, ik ga heel wat drinken pakken, jongens. 1 seconde. Hoppa. Give it a dip. Down with the Dennis. Doe jij goed met je penis. Oh, ik moet heel veel dit kusje eruit gooien. Oh. Hé, hey, maar chat, jongens. Ik weet niet of jullie een beetje fan zijn van die Kong-films. Maar wauw. Dat is echt... Gisteren ben ik naar die nieuwe geweest met mijn vriendin. En bro, dat was echt een fucking zieke film, man. In 3D ook, dus dat was echt genieten, man. Goed vanuit Duitsland, jongen. Chat, welkom met Sien Ranus er ook bij, jongen. Ik zie Ron, ik zie Ranus ook op Twitch en op YouTube tegelijk erbij, man. What's up? Mootje Ben, welkom met Sien, jongen. Liken, jongens. Echt Stanos. Stanos, welkom met Sien, maatje. Mannen, ik kan dan nog heel veel een story eruit dat we live zijn. En dan kunnen we echt beginnen, mannen. Oké, dan doe ik even zo'n dikke vette... Wacht, ik moet even zo'n meme-foto maken. Wacht even. Ja, deze is sexy. Deze is fucking sexy. Moet je kijken, jongens, hoe hot. Maar als je even scherp stelt... Kijk, boom, man! Ja, dat is hem, man. Ik ben live. Hé, maar chat, weet je wat het altijd is, mannen? Ik heb dan gisteren een vrije dag. Het klinkt altijd weer zo fucking awkward. Want ja, vrij van streamen. Wow, wat is dat te heftig, man. Nee, kijk, ik vind het streamen heel erg leuk. Alleen 1 keer in de week eigenlijk heb ik een vrije dag. En weet je wat het altijd is? Die vrije dag is super chill. En dan heb ik... Vien, man! Wat GG, man, welkom bij de fucking stream, man. Man is... Bro, GG. Wauw, man. Deze man, jongens, voor de mensen die het niet weten. Want ik denk dat hier en daar wat nieuwe mensen bij zijn. Ik heb trouwens heel mijn bureau nu al ondergespuugd. What the fuck. GG, maatje. Jij gunt zoveel donaties. Deze man probeert elke dag gewoon de 10 euro te doneren. Dat is echt bizar. GG met de motherfucking 10. Met de vies erbij. Helaas vandaag mijn 7.5 TCI in de soep gereden. Nee. Natuurlijk, deze 10 blijft er wel lopen. Bro, GG, maatje. Sowieso, bro, gaat alles goed met jou? Is het een heftige situatie? Of is het gewoon een... Ja, misschien heftig of lullig, een paaltje geraakt of iets. Fuck, man. Ik weet niet, als mede-golf GT-owner vind ik dat wel echt een zure. De TCR-variant stond eerst eigenlijk ook op het schema om te kopen voor mezelf. Vien! Wow, yo! Macarena. Hey! Bro, echt chat jongens, daar komt ie jongens. Hey, hou je vast, mannen, hou je vast. 3, 2, 3, 2, 1. Oh, dat is iemand anders, maar Brian. Hey. Oh jongens, oké, we hebben hem weer. Meneer Pimi, jongens. Meneer Pimi. Chat, het is weer een dag aangebroken dat jullie als donators weer een... waarom de fuck doneren jullie zoveel bij een fucking Games for Real? Fastlife007, onze James Bondje is er weer bij. What the fuck, man, Fastlife. En Myth Mercy kwam daar fucking voor met een 20, man. Wow, let's go, man. Myth Mercy, broeder, ik wil je super erg bedanken voor de fucking 20 euro. Hij zegt, goeie avond, what's up, Mercy? What's up, broeder, welkom bij de fucking stream, jongens. Chat, ik heb zin in streamen. Ik ben hyped. Ik ben gewoon... in een goede mood. En vandaag gaan we gewoon knallen, man. Ik heb er zin in, man. What's up, chat? Hey, Myth, thank voor de fucking 20, broer. Je bent een motherfucking help, man. Thank you very much voor de support. Doe niet zoveel. Dank je, fuck je wel, jongens. Let's go, man. Fastlife007 met de man. 50 euro. En jongens, hou je vast met de vies. Deze man gunt nog eens extra ook. Hij zegt, goeie avond allemaal. Weekend. Bro, Fastlife, maatje. We gaan hem toch even de saluut gooien, broeder. Die verdien jij. Dankjewel, bro. Super, dankjewel voor de support. Chat, laat je even horen voor Fastlife007. 50 euro. Wat een top donator, man. Kijk eens even flex hier. Fastlife. Goeie shit, man. Geniet van je weekend, kerel. Welkom bij de stream, maatje. Let's go, man, bro. Let's go, man. Leef kan daarna in de 300. Zeg mee, dag was goed. Ik ben namelijk jarig. En ben ook weer begonnen met Future. En hoe was jouw dag, maatje? Leef, sowieso gefeliciteerd, kerel. Ik heb een heerlijke dag achter de rug, gast. Ik heb zin om te streamen vandaag. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. We gaan een heerlijke stream ervan maken, jongens. Ik ben al in de stad, zoals je ziet. Alleen, ik was nog even AFK. Wauw. Hey, boys, thanks voor de support, man. Brian, David, kan ook met een eurosubchat. David, what's up? Wat shit! Holy fuck, man. Holy fuck. We hebben zojuist de donatiegoal van 100 euro. Ja, 100 euro. In 5 minuten. In 5 minuten. Je bitch doet vies in mijn woning. Dit is insane, boys. What the fuck? Holy shit. Myth Mercy komt ook met een 17 euro bom. Hij zegt no goal. Donor goal nu vol, zegt hij. Myth Mercy, broeder. Wauw, mannen. Het is echt... Ik moet hem nu refreshen, bro. Maar even kalm, man. Even kalm. Chat... Dit is echt bizar, man. Dank je allemaal wel. Dat was echt een zieke zin, maar holy shit. Ah, het is toch bizar, man. Dit is echt bizar. Myth Mercy, thank you very much voor de fucking 17 euro. Ah, wauw, man. Insane, man. 5 minuten live, bro. En we hebben nu al 100 euro binnen. Ah, ik word echt... Het blijft bizar. Het blijft bizar. Ik zie dat een collega van een dikke vette pies gooit, jongens. Bro, Geert, by the way, met de 3 donaties. Man, yo, gaat het? Goeie dag, gaat veel succes nog, zegt hij. Geert, het gaat fucking lekker, bro. Deze zo even. Dit slokje is op iedereen voor de support. Dank jullie wel, boys. Geert, ik heb vandaag een insane fucking gym day gehad. Ik heb lekker geslapen. Ik heb gewoon een goede vibe gehad. Mijn vrouwtje gekookt. Damn, man. Het was gewoon een goede fucking frisse dag, man. Geert, thanks voor de fucking 3, maatje. Weet je wat me opvalt? Dat ik altijd fucking zeg zoveel. Dat is eigenlijk best wel onnodig, weet je wel. Maar oké, slash name. Name in radio. Dylan. Nee, wat doe ik? Name in radio, Dylan. DSI. Dat moest ik doen. Zo, even zien, neem een radio, zo, slash, radio. Radioactive. Zo, al die dingen weer weg. Hoe werkt dat ook weer? Slash clear was dat toch of zo? Bap, ja, heel die lijst weg. Oké, morgen. Dit slaat helemaal nergens op. Holy shit! Oh, lawaai. Yo, Klaas. Yo, Klaas, what's up? Fastlife007. Echt, bro, hou mijn tiet vast. Hou hem vast. Kom. Hier, pak hem. Pak hem. Pak hem. Oh my days, bro. Oh, damn, man. Fast fucking life, man. Ik krijg een harde piemel. Oh, what the fuck. Wauw, man, chat. Wauw, man, chat. Hey, jongens. Kunnen we allemaal even een hartje spammen in de chat krijgen voor deze fucking strijder? Fast, ik begrijp het niet, man. Waarom de fuck moet je nou weer... Het ding is gewoon puur. Deze man, dit is niet de eerste keer dat hij dit doet, hè. Hij doet het zo vaak. Fastlife007. Stop. Wacht, let op dit. Mee. Dat is echt een meme gezicht. Let's go. Maat, tuurlijk, dankjewel, bro. Maar waar gaat dit heen met die bedragen, bro? Ik heb letterlijk net die donorbalk gerefreshed. Man, knalt hem alweer vol. Letterlijk, hè? Wat de hel, man. Bro, Fastlife007. 100 euro. Met de fees erbij. Dus dat gehele bedrag krijg je gewoon. Hij zegt gas erop, zegt hij. Let's go, man. Dikke piemel. Bro, oké. Fastlife, ik wil de hand schudden, bro, met de afspraak dat jij het hierbij gaat laten, bro. Pats. Waarom de fuck hou je dit in je hoofd, bro? 2 barkie, nu al gehaald, boys. Echt, dit is toch... Dit slaat... Ik snap het niet. Ik snap het echt niet, man. Dat was mijn scheetje. Bro, Fastlife, dankjewel, man. Maar skip met doneren. Dit is genoeg. Dit is meer... Dit gaat helemaal nergens over, bro. Dankjewel, maatje. Dankjewel, man. GG ook met de fucking fiets erbij. Hij gooit weer een 10, man! Kop... Wacht eens even. Kop/start botsing? Ai, nou... Is dat gewoon een... Dat jij geplet werd eigenlijk, moet ik zo zeggen. Gelukkig wel nog te repareren met mij. Gelukkig niks. Gelukkig. Nog een tientje dan lof. GG, ik hoop dat anders dan door de verzekering gecoverd wordt. Maar bro, iets met je barrie qua schade, bro. Ik zou een hartverzakking krijgen, bro. Dus GG, heel veel succes, bro. Maar maatje, skip de donuts, man. 20 euro alweer. Ook jij met de fiets, bro. GG, bent een held. Dankjewel, broeder. Dankjewel. Chat, we gaan even in de porto, man. Alright, jongens. Ik heb een zieke boner. Ik bedoel, er is weer veel gebeurd in de stad, man. Of qua updatejes. Dus dat is ook weer nice. Laten we heel even kijken of ik of dat ik Push to Talk heb aanstaan. Ik heb wel zin om vandaag even lekker te raten, man. Push to Talk staat aan. Nice. Goeie shit. Even kijken. Babadabababab. Porto. Daisy. Daar gaan we, jongens. Oh, kut. Ik laat het. Kom erbij. Kijken. Yo, collega! Yo, collega, WhatsApp, jongen! WhatsApp! Hoe is het? Ja, goed. Ah, lekker om te horen. Wat heb je vandaag gedaan dan? Even een storytje maken ondertussen, jongens. In de stad gezeten. Oké, vandaag is de hele dag in de stad. Een stuk. Nou, niet de hele dag, maar wel vaak. Oké. En ben je dan de hele dag de opko geweest of heb je nog een beetje lopen ratelen? Livestream. Ik ben een beetje gechilled, mijn vrienden. En... Ik ga morgen denk ik 12 uur streampje doen. Ga jij morgen 12... Je noemt het ook een streampje. Nou, ik vind dat een pittige stream hoor, 12 uur lang. Holy shit, 12 uur. Ja, ik ga het proberen, maar de laatste tijd crash ik soms met mijn stream, dus dan werkt het niet. Wat staat jongens, Shahim? Heb je een settings iets te hoog staan ofzo? Wat zei je? Of je misschien je settings iets te hoog hebt staan in de stream. Ja, ik heb gewoon qua settings was er niks aan de hand. Maar gewoon... Oh. Ja, gewoon een beetje met mijn pc zelf. Maar dat is nu opgelost. Oh, dus als je nu gewoon weer live streamt, dan is het gewoon helemaal chill. Ja. Oh, kijk beter. Doe eens even een shout-out naar je kanaal dan voor morgen. Ja, dan gaan we... Dan mijne is... Oh, wat deer? Hij gaat boven zijn hoofd zetten, 100%. Boven zijn hoofd, let op. Dit is hem! Ah! Nou, dat moet iedereen wel kunnen vinden. Jongens, de FVP, Piet, Piraat, check hem morgen zo eens uit, man. Let's go, bro. Check hem even uit, man. Goeie shit. Ah, goeie shit, man. Ik zag jou een keertje, toen was jij bij je melding aangekoppeld. Ja? Van een mule, en toen kwam ook... allemaal omstanders en zo kijken. Ja, dat zou best wel kunnen kloppen, ja. Ja, ik weet wie het was. En toen zei Damien zo van... Wil je ook zo'n wapen vasthouden? Toen zei ik zo van iets met... Nee, ik heb nog geen IBT, dus dat gaat niet. Ik ga stuk. Ja, dus... Wanneer heb je de IBT dan? Yo, Mike, wat even sub? Ja, ik heb al IBT gehaald. Ratelen. Ja. Ah, goeie shit, man. Hé, collega, ik ga even lekker schieten, jongen. Ik heb er zin in. Ja, veel succes hè. En jij ook hè. Hoi, yo. Even wat kools halen. Wat een strijder man, wat een strijder. Pietje. Kijken. Aan of 5 staat 0. Welkom in dienst, Karel. Oh, what's up? Ja. Hoppakee. Nog lekker in dienst. Pak maar een offroadertje. Een offroadertje hè? Doe maar een beercat. Een beercat? Er is een schotmelding afgegaan in de DC-meldkamer. DC? Oh, dit is een nieuwe DC-meldkamer jongens. Die weg daarboven, weet je wel. Nou, is goed. Mag ik die gewoon laten zien trouwens, op bodycam? Oh, ja. Beter. Kijk jongens, er is dus een nieuwe DSI-meldkamer. Eigenlijk zeg maar hetzelfde als de politie, maar dan voor de DSI alleen. Schotenmelding, stel in. Dus dat is veel chiller. Kan je gelijk die schotenmelding scannen. Je hoeft alleen zeg maar, naar die chat te gaan en dan kan je instant die locatie doen. Waardoor je zeg maar, niet meer helemaal de map af moet searchen naar die schotmelding. Even wat extra kogels halen. Dus dat is wel hard, Even kijken, ik heb 84 ER, dus ik wou er nog even 16 kogels. Ah, dat is niet... Oh, kut. Zo, oké. Ik praat gewoon in de porten door 6. Bouw het doen, jongen! Hij zegt, jongen, we zijn er weer bij, jongen, what's up? Hey, bouw, jongen. Jongens, ik zeg je eerlijk, ik ben helemaal gestoord vandaag. Vandaag is het zo'n dag dat me helemaal... Je weet wel, helemaal gek, wow. zo, weet je wel. Nice, bouwt hem met de euro, ik spoor echt niet. Hey, Sassine daarvoor met de 3, jongen. Yo, dit had een paar dagen geleden ook gedoneerd met... ik had niet goed genoeg geld. Voor GTA heb ik eindelijk genoeg geld, dus misschien ben ik hier vandaag bij... Shahim, bro. Oké, Shahim. Maar sowieso lof dat je fucking GTA kan kopen. Shout out naar jou daarvoor. Maar bro, heel eerlijk maatje. Dat was een boertje, ik gaf hier eruit. Shahim, als jij een beetje krap bij kas zit om een gimma te kopen, ga dan niet bij een games fucking for real doneren. Shahim, ik waardeer elke support, bro. Maar ik heb het liefste dat jullie van je eigen geld gaan genieten. Dat is de main prio. Ga daarnaast, maak je familie blij met iets, weet ik veel, een cadeautje of zo. Maar ga niet zeg maar bij mij doneren terwijl je zelf elke euro goed kan gebruiken, oké? Onthoud dat alsjeblieft, boys. Ik wil dat echt niet hebben, man. Want dit gebeurt best wel vaak, man. Dat jullie het zo erg willen doen om te doneren, maar jezelf dan een beetje soort van op de achtergrond zetten. Ik vind dat zonde, man. Dus alsjeblieft, Shahim. Elke euro hou hem in de broekzak. Zorg dat je nog een keer GTA kan kopen. En hou dat geld gewoon voor een dikke outfit of zo. Ik zeg maar wat. Oké? Laten we die afspraak met z'n allen maken, man, boys. Wat heb ik aan een euro als ik weet dat jij het veel beter kan gebruiken, bro? Dat wil ik echt niet meer hebben, man. Skip dat alsjeblieft. Let's go. Let's go, man. Je hebt er geen verstand van. Oh, wat is er gedaan in de chat? Ik heb geschoten en een oranje takan. Oranje takan heeft geschoten, jongens. Oké, we gaan dus... Ja, man. Kijk, die komen als het goed is hier nu binnen. Of niet? Oh nee, iets later. Die komen later. Snel komen ze uit. Ik krijg ook nog die normale cirkels op de map zo te zien. Is dat ook? Ja, dat krijg ik ook wel. Oh, dat is weer schotnaden. Ja, die is bij Duim Casino volgens mij. Ja, zie je. Ik zit geen shit bij die mist houden. Oh, bij mij is het helemaal normaal. Hij rijdt een beetje die kant op. Er wordt al gerateld, jongens, er wordt gerateld. Ja, ik ben wel benieuwd, man. Ik heb zin om te gamen vandaag. Ik heb het gevoel dat ik in een focus mode zit. Vandaag gaan we echt ziek schieten, ik weet het nu al. Ja, ik ben benieuwd wat de avond gaat brengen, jongens. Er wordt in ieder geval veel geschoten, dat is hartstikke nice. Ja, ik rijd gewoon een beetje rustig naartoe, hoor. Ik ga niet helemaal combat erop afrijden en 3 keer crashen. Ik wil gewoon eerst een beetje inkomen. Ik bedoel, ik heb gisteren heel de dag mijn PC niet aangeraakt. En dit is de eerste minuten in de game dat ik speel, zeg maar, voor vandaag. Dus we moeten een beetje nog chillen, man. Een beetje chillen, een beetje de combat voelen. Hè? Ja, die meldkamer is ook wel lijp. Die meldkamer is zeg maar zo... Wij krijgen dus een schotmelding. Maar het komt wel er zit wel een delay op, zeg maar. Dat je niet, als er een kogel wordt gelost, instant die melding krijgt. Dus het duurt wel even voordat je die melding in die meldkamer ziet. Maar het is wel handig, man. We hoeven niet de hele tijd van die... Hoe zeg je dat? Die schotmeldingen te zoeken. Nou, het kan ook nog steeds trouwens. Je zag mij deze al vinden. Yo, bakolie is er ook weer bij, man. Toen hebben we de 3 maatje. Nou, op die laatste schotmelding is niks meer te vinden. Jammer. Hey, bakolie met de 3 zijn games voor jou. Ben ik weer gisteren? Zag ik de F2. Helaas niet. Het is helemaal rustig weer hier. Is goed, jongen. Yo. De bal. Gisteren zag ik de F12 en de R8 en G63 6x6 AMG van Joel Beukers rijden. Wee, yo. Dat lijkt me dik. Ik heb nog nooit één van die auto's gezien in het echt, bro. Dat is fucking lijp, man. Dat is fucking lijp. Hey, bro. Bakko, dit hebben we de 3, maatje. Hey, SK, dit hebben we de sub, jongen. Dylan maakt de autootje die je nu hebt qua vest en helm zwart. Please, is echt mooi. Ah, dus jullie willen dat grijs in het zwart hebben. Dat kunnen we straks wel even doen, man. Laten we voor nu even dit houden. Want ja, hoe belangrijk is nou echt zo'n outfit, hè? Trouwens, jongens. Ik heb een fix gebracht. Yo, Twan. Maat, stel voor de 6 euro superchat, jongen. Yo, Dylan, hoe gaat het? Zou je een keer promo bij de DC kunnen krijgen? Yo, Michael. Stel voor de... Jezus, wat zijn jullie aan doneren, mannen? Kijk, weet je wat het is, Twan? Het maakt niet echt veel uit of ik promo krijg, bro. Qua functie, qua in-game dingetjes gaat het me echt niks extra's geven. Dat is het, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel aan een promo. Dat is de reden waarom ik eigenlijk ook gewoon lekker aan het chillenbillen ben. Ik hoop gewoon heel erg in de toekomst dat de onderwereld extra leuk is. Ik heb hier en daar al wat dingetjes gepland. Dus ik wil even kijken hoe en wat. En dan gaan we even flink wat extra's doen, man, op het kanaal. Maar ik heb niet echt iets aan een promo. Dus ja, je kan het wel doen en strijden, maar... Dan heb je misschien wat meer leidende functie. Maar wat heb ik daar heel erg aan? Ik ben heel erg aan het... Yassine ook met de euro superchat, jongen. Hey, Yassine, hoe gaat het met jou, jongen? Man, doneer... Bro, weet je, waarom doneer je, bro? Maar ja, het gaat me niet echt iets extra's brengen of zo. Dus dat... Ja, ik heb er niet zoveel van. Dylan, maar... wacht, ik had wel een comment net oplezen in de chat van Twitch. Yo bro, sowieso Nino, wat sap kerel. Mijn dag was echt chill vandaag man, mijn dag was echt chill. Iemand zei wat net. Fuckjes, ik kan niet meer vinden. Kut, sorry man. Alright, goed shit. Ja, ik moet even een beetje wennen aan de layout van Twitch man. Want dat is zeg maar, jullie, je ziet zeg maar comments van mensen die reageren op een andere comment. En dat staat dan een beetje zeg maar... welke staat is dit? Future man, Chupapi. Chupapi, staat ook in de chat man. Of in de titel bedoel ik. Dus ik moet daar een beetje aan wennen bij Twitch. Het is heel anders weer. Maar wat ik dus wilde zeggen. Ik heb dus mijn belichtingprobleem gefixt. Want ik vond zeg maar heel erg zelf dat als ik live was en mijn softboxen noem ik het even, maar die studiolampen stonden op mij, zagen jullie mij een beetje in de background verdwijnen. Ik zelf werd niet echt meer eruit gelicht. Dat komt omdat er heel veel licht in de background staat. Maar ik vind dat het nu zeg maar, kijk als je me zo ziet in de cam, ik val het meest op en daarna de achtergrond. Zou je wat ik bedoel? Ik ben best wel nu aanwezig. Ik heb die lamp even wat anders ingesteld. Dus dat is chill, man. Dat is wel nice. Hey, maar Mikey zie met een fucking 300.000 views, jongen. Yo, dit is december te streamen. Binnenkort ga ik mijn eerste auto kopen. Heb je tips voor sportieve uitziende auto? Mike, wat is je fucking budget, bro? Ja, ik denk dat je wel in het echt bedoelt, kerel. Dus, kijk, ik zelf ben gewoon heel erg... Kijk, ik vind Volkswagen... De reden waarom ik een Volkswagen-fan ben is... Ik vind de prijs-kwaliteit verhouding heel erg nice. Dus wat je voor een x-bedrag krijgt bij Volkswagen is best wel veel. Stel je voor, je wilt een standaard polootje. Heb je een mooi scherm van binnen, hè, de nieuwere varianten. Het ziet er gewoon clean nieuw uit. Het is gewoon luxe. Misschien hier en daar wat... Misschien stoelverwarming, I don't know, dat soort shit erin. En terwijl voor maar wat... Ja, een redelijk... Ja, ligt aan wat je weinig vindt. Maar gewoon voor een decent bedrag, toch? Dus als ik gewoon puur mijn auto als voorbeeld pak... de prijsklasse is gloednieuw. Dat ding kost ongeveer €50.000. Voor €50.000 kan je niet echt een zieke RS3 halen. Dan zit je al zeg maar veel... Wat is een gloednieuw RS3? Ik denk dat ik niet eens durf te zeggen hoeveel. 80k, misschien meer of zo. Dus ja, een Golf is best wel goedkoop voor de plezier. Luxe, hè. Nou, ik vind mijn auto best wel luxe, hè. Alles is startscreen. Oh my god. Oh, Jezus Christus. Lampjes, hè? De LED-verlichting in de binnenkant. Jongen, jongen. Haar dat collega. Jezus, wat een aanrijding. Oei, yo. Even kijken, heb je een ambulancier hier nodig? Meneer in de golf, kunt u even doorrijden? Is goed, man. U blokkeert namelijk het kruismenu. Dankjewel voor je bezorgdheid, hoor. Maar u kunt even doorrijden. Oh meneer, ja, ik kan wel voor. Oh, Sammy! Sammy, tegen de 25 man! Wow, ik lees hem zo op. Geef me een seconde. Alright, mannen, hou heel veel voor. Ik ga heel veel ambu hier te plaatsen krijgen. Wauw, Sammy, chat, laat je voor deze kerel, man! Sammy, dankjewel, maatje. Staat er 7. Oh, meneer, kom maar. Heeft u misschien een paracetamol ofzo? Staat 7. Hi, ik sta op dit moment op het kruispunt, even kijken, boven Blokkenpark bij de Tune Store. En een collega heeft net een flinke aanrijding gekregen. Zou er misschien een ambulance hier deze kant op kunnen komen? Ja, ik zou even kijken van de CB. Ja, is helemaal goed, dus maak alvast een melding aan. Alright. Yo, what's up jongen? Hey, Nora, ten voor de submaatje. Oké. Oh, ANWB. Dankjewel Sammy. Politie, jezus, met even wennen aan de ambu. Yo, what's up man? DC. In de mini. Zo. Alright, collega. Zou jij bij deze heren kunnen blijven? Ik heb de ambulance opgeroepen, dus die komen zo deze kant op. Excuus, haal bericht. Zijn nou dat iemand aankomt? Ik hoor het niet door een dono. Alright, de ambu komt eraan, collega's. Hey, ik ga er weer van tussen, jongens. Heel veel succes. Alright, waarom de fuck is iedereen zo aan het meme of zo? Kijk eens. Hoppa, daar hebben we dat even gefixt, jongens. Let's go. Hoppa, nice. Hey, maar Sammy met een 25 €. Hij is helemaal zo. Bro, Sammy. Hoe is het met jou, Sammy, kerel? Thank voor de 25, maatje. Super, dankjewel, man, Sammy. Yo, man, bro. Ja, Sammy, ook ik ga eerlijk zijn tegen jou, maatje. Ik begrijp niet waarom jij nog steeds zoveel doneert. Oprecht, je hebt al zoveel gegund, bro. Skip dat nou, alsjeblieft, man. Deze leuk ontdek. Wat zegt hij nou? Dankjewel, man, Sammy, voor de liefde, maatje. Dankjewel, bro. Ghost ook met de 3 man. Zeg, ben er weer, jongen. What's up, Ghost? Ghost, jongen, jij ook, bro. Waarom doneer jij mij nog? Let's go, Ghost. Stem de fucking 3, maatje. Je bitch doet vies in de woning. Hey, Mikey zie met de 3 daarna zeggen. Ik zat zelf te kijken naar een tweedehands Honda Civic. Zijn niet heel duur, alleen wat ouder, maar kan je dik tunen? Dat is waar, Mike. Ding is wel, het is gewoon puur wat je smaak is. Oké, weet je wat is met een Honda Civic? Als ik naar mijn persoonlijke situatie kijk, ik heb best wel, hoe zeg je dat? Ik zet best wel een grote prio op, ik hou gewoon van een veilige, nieuwere auto. Dat de vibe een beetje voelt van dat die nieuw is. Luxe, veiligheid, dat vind ik heel erg belangrijk. En een Honda Civic, het is gewoon een prima auto. En zeker als je hem wilt kopen voor tunen is die dik. Maar ja, dan inderdaad heb je wel wat een oudere auto. Ja, het is gewoon puur wat je zelf nice vindt en wat je eisen zijn. Maar een Honda Civic, als je die gaat tunen, bro, dat is fucking hard, man. Dat is echt wel dik. Hey, nice, man, Mike. Ik denk maar de 3 keer op. Ik ben benieuwd, man. Ja, die kun je wel vet tunen, man. Shout aan jou, bro, voor die 100. Oh, staat mijn kop er zo doorheen. Ja, dat is wel gek, man. Dat is wel gek. Yo Dylan, elke keer als je live bent, kijk ik op YouTube, maar ik dacht, ik ga ook een keer naar Twitch. En Sinterklaas, what's up, bro? Ja, het ding is nog steeds, jongens, de kijkers op YouTube, het is helaas echt aan het flink aan het afnemen. Het kan mijn relevantie zijn, maar op zich, als ik de video's er weer bij pak, zie ik wel dat de views juist bizar toenemen op de video's. Dus dat is heel dik, dat is een goed iets. Maar ik heb gewoon heel erg het gevoel... YouTube heeft te veel problemen, man. Het kijkt niet chill. Dat is gewoon een probleem. En het is wat het is. Ik vind het gewoon jammer voor jullie. Kijk, ik zie bijvoorbeeld net als voorbeeldje. Dan hebben we nu 390 kijkers. Hadden we net 390. En in 1 seconde hebben we weer 460. Besef dat er zoveel mensen wegvallen. Weer terugkomen. Continu die op en neer gezeik. Dat is gewoon... killing voor het kanaal op lange termijn. Dat is gewoon zo, man. Als je elke keer bij mijn stream komt en je blijft maar haken... en dat is gewoon niet chill om te kijken. Ik neem het jullie ook echt niet kwalijk. Kijk, ik ga wel heel eerlijk zijn... ik stream gewoon voor de fun. Ik heb het echt nog steeds naar mijn zin. Ik wil hierna natuurlijk wel... Ja, dat is gewoon wel een ding. Ik hoop dat er gewoon flink wat updates in de stad komen. Zodat we weer wat nieuwe dingetjes kunnen streamen. En we zijn toch wel elke dag een beetje hetzelfde aan het doen. Dus dat zou wel nice zijn als we wat bijvoorbeeld... kunnen grinden voor een auto in de streams. Gewoon wat extra grinding materiaal weer hebben. Nieuwe OV'tjes, noem het maar op. Gewoon nieuwe updates. Dat zou gewoon weer leuk zijn. Maar... het is gewoon jammer dat YouTube het gewoon een beetje verneukt, man. Op Twitch, voor de mensen die niet begrijpen wat het probleem is, zeg maar. Ik stream nu ook tegelijk op Twitch. Op Twitch loopt de stream helemaal door. Is er niks aan de hand. Er gebeurt gewoon niks echt of zo. Je kan gewoon heel de stream gewoon kijken. En op YouTube dan blijft hij af en toe laden. En dan moet je weer de stream refreshen. Dus je bent de hele tijd bezig met die stream refresh. En je kan het niet, zeg maar, lekker laid back kijken. Want stel je voor, je bent... er zijn echt best wel veel mensen die dat doen. Die kijken de stream puur tijdens het game of zo. Hè? Die gaan gewoon een beetje in de background. Hebben de stream op. En als je de hele tijd die stream ziet vastlopen, dan word je helemaal gek. Dus dan klik je hem weer weg, snap je? Dat is dus een beetje het probleem wat nu op YouTube is. Maar lach gewoon aan YouTube. Ja, daarom Milan. Ik zie Milan in de Twitch chat zeggen... ik dacht bij YouTube dat het altijd aan mij lag. Milan dacht dat het de hele tijd aan mijn internet of zo lag. Dat jullie daarom die stream niet chill konden... ja, op Twitch is die gewoon perfect. Dus dat snap ik niet, man. Het is gewoon jammer, man. Het is gewoon jammer. Ja, laatst tijd staat echt op YouTube. Ja, man, Harris. Kijk, ik zelf heb het ook bij andere streamers. En dat is ook een ding, bijvoorbeeld als ik als voorbeeldje... ik kijk wel eens Isai's stream. Het is niet heel vaak, hoor. Het is gewoon af en toe zo'n laat icoontje random in beeld. Dan soms gaat hij in één keer weer door. En het schijnt dus een issue te zijn met eventueel een advertentie die YouTube door wilt pushen. Maar niet door een adblocker of iets... een kutsysteem of zo. Dus ik hoop... dat het gefixt gaat worden, man. Lijkt toen straks. Ja, daarom, Maurice. Het is gewoon... het is wat het is, man. Kijk, ik ga me niet laten verslaan door YouTube, hè. Door dit. Oh, dan stop ik maar met YouTube streamen. Nee, 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 nee. Dan accepteer ik het wel. En dan ga ik gewoon een manier zoeken om dat alsnog een soort van... te counteren. En dat doe ik met de Twitch stream. Dus ik heb de Twitch stream precies... loopt die gelijk met... nou, de Twitch stream loopt zelfs veel meer voor. Dat is echt bizar. Die delay is zo weinig op Twitch. Maar ja... I don't know. Ik weet ook niet wat het is, man. Ik ga wel... hoe zeg je dat? Ik ga mijn netwerk connecten. Ik wil wel gewoon even kijken van... yo, what the fuck is going on? En hun hebben contact met Google en YouTube zelf. Dus ik hoop dat hun misschien eventueel... iets van informatie kunnen geven... of mij helpen met... wat je kan doen om het eventueel weg te krijgen... of zelfs helemaal... dat het gewoon niet meer er is. Maar dat is wat het is, man. Europa wil ervoor zorgen dat adblockers weer mogen op YouTube... aangezien ze nu tegen de privacywet gaan ingaan. Bro, dat zou helemaal top zijn. Want, oké, dat is wel een apart ding. Dik, man. Dat is hard. Oké, maar heel eerlijk jongens, op Twitch hebben we bijvoorbeeld 163 kijkers, dat is echt veel man. En op YouTube 500, dus we zitten op dit moment, als je het bij elkaar optelt, bijna rond de 700 kijkers. Dus sowieso bizar dat jullie er allemaal zijn hoor, what's up. Ik hoop dat er veel gaat gebeuren in de stad, we gaan het allemaal zien. Ik ben gewoon blij dat jullie er allemaal weer zijn man, het is echt bizar hoe vaak jullie komen kijken. Echt dik, echt dik. Kan je reset laten zien? Ja man, dit is mijn reset man. Mods Traffic NVE 1.0. Voor de ambu alweer, hoeveel mensen zitten daar in de stad? 5 barkje 50, hè. Potverdikje. Het is wel bizar, man, dat die stad nog steeds zo propvol zit. Echt dik om te zien, man. Ben nu 2 minuten op Twitch en hier ging die ook al laden en zoeken. Serieus? Ik vind Twitch betere kwaliteit veel beter en zuiver beeld enzovoort. Ja, Twitch loopt wel iets voor op de kwaliteit van de streaming. 100% mee eens. De FPS, dus hoe smooth het beeld loopt, is ook bizar. En ja, de scherpte, het is iets scherper. Bijvoorbeeld 1080p is scherper dan 1440p op YouTube. Maar, ja, ik weet niet man, dan ligt het aan je internet als het op Twitch had. Ja, ik zelf heb nog nooit die issue gehad op Twitch. En ik zie ook heel veel mensen in de chat gewoon zeggen van, yo, ik heb daar ook, ja, zelf geen last meer van, maar goed. Maar je bent geen partner, dus wordt het nog beter man. Inderdaad, als je partner bent op Twitch, dus vergeet niet even te followen, gewoon even lekker te kijken. Dan wordt de kwaliteit nog beter. Dan heb je nog scherper de beeld, dacht ik. Dus dat is dus wel zo, dat dacht ik al. Ik denk al van, oké, ja, ik vind de kwaliteit op Twitch niet heel denderend op dit moment. Maar volgens mij kan dat nog beter inderdaad. Ik heb er ook nooit last van. Ah, goed om te horen, Matthijs. Ja, alleen maar chill. Ja, op YouTube helaas wel, jongens. Het is wat het is. Ik kan jou niet vinden op Twitch. Luc, check even. Typ gewoon in de chat uitgetekend Twitch. Krijg je een linkje. Dus check die even uit, man. Dan ga je gewoon makkelijk naartoe. Daisy, voor beschikbaar geen noodop. Nou, Tom heeft er weer wat. Inbraak. Woninginbraak. Bij AT Automotive iemand aangehouden met een mes. Ik vind de burger neergestoken. Even kijken. Wat is dit dan? Is dit een woninginbraak? Wat ziek! Ja, maar ik ben wel hyped voor de updates, man. Marcelo is ook flink aan het rammen. Tom natuurlijk ook. Die heeft ook weer flink wat changelogs eruit geknald. Dus dat is fucking fris om te zien, man. Ja, daar ben ik wel altijd blij om. Het treintje loopt nog wel. Dus dat is nice. Dus ik ben wel echt blij dat er gewoon weer wat nieuwe dingetjes in komen, man. Maar toch, hè, de carpack, de EUP zijn toch wel de meest hyped updates waar we op wachten nog. Dus ja, ik hoop echt dat die binnenkort gewoon gelanceerd wordt, man. Sowieso de waggies, man. Kijk, de outfitjes boeien mij niet zo heel veel eigenlijk. Het is wel leuk hoor, maar ja, ik ben toch wel echt wel meer hyped voor de wagens. Maar ik hoop gewoon weer nieuwe waggies te rijden, man. Ik heb 1,6 miljoen alweer. Daarnaast, ik ga heel eerlijk zijn, ben ik ook wel van plan om eventueel hierna wat voertuigen te verkopen als de nieuwe carpack gelanceerd wordt. Dus ja man, het is nog even wachten, man. Ja, Barry Bangle is een gek, jongen. Bro, Barry is echt een legend. Die man is een... Is hij nu 48 uur live? Dat is fucking dik, man. Ik ben banned op Future en mijn ticket worden steeds gesloten. En ik wil heel graag weer spelen. Knolpower, bro. Eerlijk, maatje. Ik denk wel dat je iets grofs hebt gedaan waarom je geband wordt, bro. Want als je tickets ook zomaar gesloten worden, dan heb je wel echt het bloed onder de nagels vandaan gehaald bij het stafteam. Dan heb je wel iets geks uitgespookt. Dus ja, ik vind dat heel lastig om daarin te mengen, man. Van dit en dat. Ja, man, is echt anders hoe dan 48 uur. Ja, man. Bro, maar Bangle is wel echt een kerel die gewoon echt... Dat is echt een grinder, man. Die man is sinds kort in de stad. Heeft, wat is het, 1 nog wat miljoen of zo? Maar, ja, die guy is echt aan het grinden, man. Was gekozen voertuig in Future eigenlijk? Ik denk een kever, man. Of een, ja, of een, hoe is dat ding? Zo'n motortje, hoe heet dat dingetje nou? Ik ben even de KTM hebben wij. Maar, dan ga ik wel vast een kleine sneak peek geven, een kleine leak. Er komen meer beginnersauto's ook in de nieuwe carpack. Die worden echt... Oh, kutje, Bef. Nou, dat is een kleine scham. Dus die nieuwe beginnerswagens zijn ook gek, ouwe. Wow, hey, Vilmart hebben de sub. Thank you, Vilmart. Sowieso, jongens, even een dikke shout naar iedereen die geabonneerd is. Bro, oprecht. Gisteren en eergisteren, of gisteren was het niet live. Bro, ik ken die subcounter. Het is echt bizar, man. De shorts. Kijk, weet je wat het is, jongens? Ik upload natuurlijk af en toe een short. En de ene wordt heel veel bekeken. Ik heb ook een short die in letterlijk 5 dagen 2 ton haalt. Dat is echt bizar. En dan weer een short met 2000 views. Of weer 5000. Of weer 40. Het verschilt heel erg in de shorts. Maar na een x-aantal maanden. En pakken beter. Op een gegeven moment is het een beetje rond de 3 maanden. Na 3 maanden gaan heel veel shorts nog steeds subs kweken. En als je er allemaal bij elkaar optelt. Bro, ik groei soms 100 subs per dag, terwijl ik geen reet doe. Het is echt bizar. Die shorts zijn... dat is echt een long-term submachine. Het is echt bizar, man. Dus ik ben zeker van plan om morgen weer even een flinke opnamesessie te gooien. Even weer wat shorts erbij te knallen. Ik vind het echt leuk om af en toe te doen. Maar ik wil wel gewoon van die leuke shorts te doen. Maar Dylan, blijf je stad houden. Maar Dylan, hoe lang blijf je stad houden? Ja, kijk, weet je wat het is, man. We weten allemaal GTA 6, hè. Die gaat... Dat wordt de shit. En heel eerlijk... als GTA 6 lanceert, mijn dagelijkse grind gaat daarop. Ik heb de vraag was gesteld aan jullie. Zou jullie het leuk vinden om dan op elke dag een let's play te zien? Hè? Dus een soort van verhaallijn in die story mode. Kijk, ik heb geen school meer. En ik weet dat heel veel boys van jullie op school zitten of werk hebben of noem het maar op. Maar het lijkt gewoon leuk om mezelf gewoon helemaal op te sluiten. Die game in 1 week bijna uit te spelen. En dat gewoon elke dag uploaden wanneer jullie op school zitten. Zo, hè, op een 3 uur of zo. Dat jullie gewoon elke dag zien hoe die game is, man. Dat lijkt me gewoon leuk om te doen, man. En om het zelf te spelen lijkt me ook heel erg bizar. Ik weet niet, man. GTA 6, ik heb echt het gevoel dat dat zo nice, realistisch eruit gezien. Wat er allemaal mogelijkheid is, dat het ziek wordt, man. Dat wordt echt nice. Ja, dat is wel het ding. GTA 6 wordt misschien zelfs, hoe zeg je dat? Delayed, man. Er zijn 2 eenheden die kant op zijn geconfronteerd. Yo! Ja, wat zei je? Wat is er? We zijn zo terug, Karel. We gaan even een kopje. Je hebt een prop in je keel. Nou, wat is er mis mee dan? Oh, nee, niks. Ik wilde vragen waarom ik je heel de tijd zie, maar... Waarom jij mij heel de tijd ziet? Hoe bedoel je? Ik zou heel de tijd langs rijden overal. Ik krijg gewoon rondjes in de stad, een beetje deze auto uittesten. Net bij de A2, en nu bij het lostrein. Ja, ik weet niet, ik ben gewoon een beetje aan het rondkarren met het ding. Wat vind je van de auto dan? Oh. Zieke kleur, hè? Ja, man. Goed je race. Nee, maar dan ga je winnen, man. Die ga je winnen. Jij kent de Theosa Power niet, hè? Kom de Theosa Power? Nee, dat gaan we niet doen, jongen. Ik vind dat veel te heftig klinken, namelijk. Kom, joh. Nee. Hé, de ballen! Stuk. Ja, ik heb die voice chat. Geen idee, GTA 6 komt gewoon in 2025. De eerste begin en nu misschien einde. Dus 2025 het is. Oh, serieus? Dus we even de outfit zwart maken. Moeten gewoon toch wachten tot we iets van een melding krijgen. Of een gijzeling of een schotmelding. Dus we gaan wel even inderdaad even de outfit fully zwart maken. Met die vesten. Nou, ik ben gewoon hyped, man. GTA 6, ik ga wel één ding zeggen. Hoe het met Future gaat aflopen. Oh, ik lag niet. Trouwens, de hoeveelheid crashes in de stad, oprecht, bij mij, dat gaat echt beter, man. Maar, ja, GTA 6, kijk, dit is gewoon zo, GTA 5 is zo oud alweer. En, oei, joh, shit, dat was echt wel mijn schuld. Maar GTA 6, ik ga dat fully grinden, man, 100%, man. Ik hoop dat er ooit de CFX-team eventueel in staat is om GTA 6 om te bouwen. Misschien op een soort termijn, ik denk het niet. Ik denk dat ze echt wel daar flink lang nodig voor hebben. Om, zeg maar, staat het 7? Er is niemand hier. Staat eens even. Helemaal niemand. Er wordt hier geschoten, jongens. SRT. Blauw. Oh, hak, daar ga je een wapentrok. Groene SRT. Nou, heel eerlijk. Ik durf niet te zeggen wie hier geschoten heeft. Die groene SRT lijkt verdacht. Maar ja, er reden meerdere SRT's hier vanaf. Ja, die politie zit sowieso mij te kijken. Ik doe mijn lamp even aan. Zo. Hey! Yo! Oh, er is hier dus geschoten, maar op wie? Want ik zie ook... Oh, wacht eens even. Er zit hier wel een motor. Waar is die motor, collega? Wacht. Collega! Kijk, yo! Ik denk even een superchat, maatje! Even kijken, wacht. Hé, collega? Yo. Er staat daar op Blokkenpak, op die hoek staat een motor van de... Oh, er is iemand... Oh, huh? Ja. Ah, ik zie die persoon hier niet liggen, vandaar. Weet je. Oh. Waar was je? Ja, ik zag net een motor van de noodhulp staan. Ik weet niet of ik dacht dus dat er misschien een noodhulp gegijzeld werd of zo. Maar jij, ik denk het niet. Ik denk dat we alle collega's nog hebben. Ja, als het goed is wel. Alright. Maar ik zal nog wel even vragen. Ja, ze hebben goed, jongen. Alright, hou ik even de boer in de gaten. Nice. Hey, Jay, doe het tegen Sipje, man. Mijn hond is overleden. Heeft er iets te maken met beter? Jay, gecondoleerd, kerel, bro. Jeetje, man, dat is echt kloot, man. Hond is van een familielid, bro. Ik zeg je eerlijk, zou ik het ook niet trekken als mijn hond er niet meer zou zijn, man. Mijn hond is op dit moment 8, dus die is ook al wel oud. Ik hoop wel dat heeft hij wel... ja, hoe oud is hij geworden, Jay? Wel op leeftijd geboren? Nee, dat klopt, Ronaldo. Ik denk dat oprecht dat... dat GTA 6, bro, dan wordt de game. Dat gaat echt iedereen spelen. Ik denk dat echt alle... Hè, Fortnite bijvoorbeeld als game, COD. Dat alles zulke lage cijfers gaat krijgen. En dat GTA 6 alle spelers gaat trekken. Want dat trekt zo'n breed publiek aan gamers aan. GTA 6. Mensen die af en toe gamen. Iedereen heeft wel eens GTA gespeeld of kent het wel. Hè? Dat wordt de shit, man. Dat wordt echt de shit. Bro, ik ga het helemaal doodgrinden, bro. Ik ga eerst heel die story mode gaan op stream doen. Ah, op stream niet, maar gewoon... Hey, goed hebben we de 3, hoor. Yo, dit hoe heet die €50 doorgestaan, want ik wil die ook op Spotify luisteren. Ik zal hem even laten zien, man. Nee, het ding is, ja, op stream ga ik het niet doen. Ik ga dat echt op videogebied doen, die storyline. Maar gewoon echt, gewoon de boel uittesten, man. Nee, hij was pas 2. Jezus, zo jong. Jezus, man. Ja, gecondoleerd, kerel. Dat is wel echt fucking jong, bro. Shit, man. Dit is dat nummer, man, Koen. Dit is dat nummer van de €50. Let's go. Jay, thank voor alle subs, bro. Gecondoleerd, maatje. 2, dat is wel echt fucking jong, ouwe. Wauw, man, wat fucking heftig is dat, jongen. Ja, dieren is blijft nog steeds een fucked up iets, man. Maar misschien wordt het nu ook wel veel te erg opgehaald, waardoor misschien een zwaar kan meevallen wat het gaat zijn. Mees, ik heb die vibe bij het nummer van Joost Klein. Hè? Joost Klein heeft natuurlijk die Eurovisie Songfestival nummer uitgebracht, die Europapa. Maar die is zo viraal gegaan. En iedereen kent hem nu al zo erg, dat ik het gevoel heb dat hij op Eurovisie Songfestival niet goed gaat scoren. Omdat iedereen eigenlijk een soort van, ik wil niet zeggen zat is, maar wel... Het gaat wel die kant op, dat iedereen wel... Oh ja, dat nummer gaat zo en hij is niet echt meer vernieuwend of zo. Snap je wat ik bedoel? Is dat raar? Oh, viel aan me nu. Kut. Oh, shit. Wat komt zo meteen hier? Even kijken, ik kom zo in de meldkamer. Kijk eens, daar hebben we hem. Schotenmelding. Stel GPS in. Tering. Zo een hele andere kant op. Maar ik hoor niemand meer in de foto. Nou, we gaan even die kant op, jongens. Er wordt gemaaid weer. Nog een DC-meldkamer. Dat is de andere schotenmelding van net. Oh ja, die staat ook. Meerdere schoten daar, jongens. Dus go. Aha. Oké, karp. Nu gaan we een keer maaien, man. Zo, jongens. We zijn nog geen één keer uitgestapt, maat. Oh, dit gaat niet goed. Ik moet nog wel een beetje wennen met rijden, zo te zien. Heb ik soms een sneller op hier? Oké. Dus dat ben wel een beetje een sandy, man. Rolling en rolling, man. Controlling. Karren met de gate. Karren met de gate. Kom. Oh, van rail. Nee, let's go. Karren. Hey, Joost is groot. Stuk, man. Denk niet, aangezien Joost ook in Duitsland en België bekend is. Ja, oké. Okay. Maar dat is natuurlijk een goed iets. Maar meer het nummer, man. Dat mensen... Ja, ik hoop gewoon dat het een goede performance gaat zijn. Maar ja, ik denk zelf gewoon dat... Ja, dat nummer, dat... Iedereen heeft hem wel al gehoord of zo. Dus dat is het meer. Tuurlijk, maar hij heeft wel echt een brede fanbase, man. Dat is wel hard. Hier werd er net gerateld. Wat een renne plek, joh. Is hier iemand afgemaakt of zo? Ja, wat een kutje, man. Ik zie alleen echt totaal niemand hier rijden. Wat? Ja, niet. Voor 12 uur af aan route 15. Gaat de bergen omhoog staan. Route 15? Bergen? Route 15? Automatisch vuurwapen. Automatisch vuurwapen? Dat zijn die Hier wordt geschoten. Ik ben er letterlijk naast. Wordt hier weer gerateld. Hier in de bergen rijden ze, jongens. In de bergen. Wat is het dino? Nee, richting DC-gebouw. Of richting DC-gebouw. Wow, ja, jezus. Ja, okay, neem maar... Als dit DC gewoon richting... hoe is het? Let's go, Jay! Daar komen ze naartoe. Dit prijs, jongens. Ja, dat kan toch. Oranje, SRT, 2 mannen. Ja. Sowieso 1 automatisch geweer. En 1 pistool. Ik zie de oranje rijden hier. Pistool, denk ik. Ja, richting Olievaderkruispunt. Jullie, ik ben een oranje Cayenne. Nu is het deze plaats bij Kruispunt gaat rechtsaf. Richting Middelpark waarschijnlijk. Hij rijdt hier. Negatief linksaf richting zijkant Pitstop. Hij rijdt hier, jongens. Zit hier nog achter? Spannend! Dan pitstop gaan we rechtsaf. Waar rijdt hij? Of hebben jullie nog extra ondersteuning nodig? Ja, daar rijdt hij. Daar zit een automatisch vuurwapen in. Yes, en 1 pistool. Alright. Langs Otto's richting A2 kruispunt. Oh, die motoragent zit achteraan. Zit de motoragent ook in? A2 kruispunt, gaan wij rechtsaf A2 op noordelijke richting. Motor, ligt jij nog? Ja, ST draait weer om, gaan richting onderkant. Als iemand anders komt over nemen, moet even draaien. Ja, gaat de onderkant ziekenhuis op dit moment. Gaat hij de tunnel in? Gaat hij linksaf bij de garage? Gaat hij richting UWV, car dealer? Gaat hij linksaf negatief, rechtdoor richting de car dealer? Rechtsaf UWV. We horen dat er bij Roy Garagebrug iets staat. Dan gaan we linksaf bij UWV. Ja, we hebben weer een zicht bij. Nee, maar goed. Gewoon linksaf met de car dealer. Oei, joh. Oh, crasht. What the fuck? Zo! Door, gaat er wat wordt die auto weggepit, jongen? Tering, gast. Twee oranje auto's al uit. We zitten langs stripclub CBR, gaan we richting... We gaan er eentje achter, jongens. Er wordt wat. Hij remt wel. Even richting elektricien. Linksaf richting Otto's. Zo, oké, zelfde rond, jongens. Weer linksaf terug richting CBR. Yo, Carmiet bro, dat is sponsor man! Let's go Carmiet jongen, thank you very much voor de resub maatje. Ja, Carmiet is een gekke guy, die man is echt bizar. Hij is zelf fucking lang sponsor. BP op, en hij gift BP zoveel plan. Subs jongen die Carmiet, wat een gekkie is dat ook. Richting UWV Roy. Is die heel veel lag? Gaat hij rechtsaf onder meespelen? Heel veel lag. Lag! Bij me sorry, als iemand op de grond komt over kan nemen. Jij gaat nu de A4 weer op. Gaat hij A4 op, gaat hij daar richting Ketteltunnel, mogelijk metrotunnels in. Hij wil daar wel in gaan, lijkt het op. Hij remt af. Is hem mislukt. Rijdt hij richting Ketteltunnel. Keert hij om richting de metrotunnel. Oh, hij schiet uit de auto jongens, schiet maar de get weer. Ja uit hoor, noto. Hij schiet uit de auto. Holy shit man. Scoren. Nou, let op die metrotunnel. Wow, gaat de tunnel, in. A4 metrotunnel. Oh, dat gaat schieten inderdaad uit de auto. Ik ga de auto afwezen. Wij gaan wel naar het middelpark. Uitstappen! Klauwen laten zien! Uitstappen! Waar is die in? In de tunnels? Ja, tunnels bij het ziekenhuis. Ik had hem een klem gezet. Band slek. In de tunnel. Wat is dit man? Ja, we moeten verder hoor. Ja, dit wordt een hele taaie. Ja, ik denk dat ze in de buis gaan uitstappen, jongens. Oh, ze zijn al uitgestapt. Gelijk bij de ingang, gelijk bij de ingang. Ingang tunnel A4. Ik kom wel terug naar zijn A4. Iets beneden gereden. Eenmaal naar binnen eentje. Ze zijn daaronder, bij die ingang. Huh? Collega, waar zie je de andere? We zijn hieronder, hieronder. In de benen, bij buiten, zijn buiten. En ook nog twee binnen. Oh, hieronder! Waar staan allemaal? Ja, ik zie er nog eentje hier. Ik heb het vol aangereden. Ze zijn ook naar binnen gelopen. Hier loopt hij. Ja, geneutraliseerd. Gaat instappen. Nog eentje binnen. Ik zit er met eentje hier. Waar stapt hij in? Ja, hij zou wel ergens instappen. Er is nog één onder mij. Mogelijk ook pistol bij zijn. Ik ben beneden! Oh, beneden! Beneden? Kloten. Waar komen ze? Ze zitten echt overal hier. Wauw. Ik zat op die guy hier beneden te letten. Daar zat rook in, maar ik dacht dat het beneden als je die tunnel ingaat, dan die koken wegneemt. Hé, yo, what the fuck, ze zijn overal, bro. Ja, GG, we zijn ook headshot, ik hoor het gelijk. Hier. Ik dacht dat Tom deze had, man. Maar blijkbaar was hij al niet dood. Wie had hij dan? Wie is dat dan? Dat is politie. Gaat die tunnel gewoon verder in, of niet? Hij zit vast. Kijk, politie, noodhulp staat daar. Kijk. Hij rent. Waar is die guy? Ik zie ook een blauwe SRT. Hè? In de tunnels. What the fuck man, gelijk headshot weer jongens. Waar naartoe? Ik denk dat het middelpark. Wat doe je allemaal? Ja, nou, ik ga weer er zijn meer mensen dan ik dacht hier, zeg maar. Wordt nog steeds vast. Het ding is, Tom zegt, bij die ingang heb ik geneutraliseerd. En dan was die gast daar. Dus ik let op die guy beneden. Wist ik veel dat hier nog iemand aankwam. Jezus man. Ze hebben ons gewoon ziek ingebokst, bro. Is lijp. Die andere ook moet je ook in de gaten houden, die is weg. Wauw man. Gek hoor, dat is gek. Er is een agent op de A4 bij shit. What the fuck? Ja, man had je rustig kunnen handsuppen. Ja, en nog één iemand het tegenwoordig, ja, je wordt altijd afgemaakt, dus ja, dat is jammer, maar ja, het is wat het is. Kijk, in deze situatie snap ik het wel, hè, jongens. Want kijk. Kijk, dat is. Ja, het zou wel gewoon clean zijn geweest dat ze mij in de benen hadden geschoten en mij hier hadden gehost. Dan hadden ze misschien nog wel iets geks eruit kunnen krijgen. Maar ja, daar stond iemand. Er is al iemand van hun dood daar, want Tom had iemand geneutraliseerd. Er liep daar nog een gast, die heeft dus mij in de benen. Deze guy heeft mij afgemaakt en hier beneden zit nog iemand, maar die is misschien... Dat zijn echt veel mensen, bro. Wauw, Carmit, 16 maanden! Ja toch, ja? Ja, te hard met land? Wat? Wat zeg jij nou weer, Carmit? Ja toch, je te hard met land? Nee, ik snap geen idee. Carmit, ik snap niet wat je bedoelt daarmee, maar wat snap bro, 16 maanden sponsor in Zeeman. Ja, 18 man van achter. Ja, we zijn ook headshot hoor, dus ik ben hier gewoon dood. Ja, dus ik mute me in de porto. Laat me even terugkijken hoe dat ging, man. Dat was wel ziek. Als deze iemand benen schiet, finish je ook niet. Je moet toch gewoon handen omhoog doen. Ja, het ding is, de onderwereld, die... Kijk, in deze situatie, ga ik eerlijk zijn, snap ik de onderwereld wel. Er waren daar te veel DSI's en politie. Mensen waren gewoon bang. Jongens, vrienden schieten lijkt bijna 3 barkie, man. Dus dit was meer uit een soort van... Oké, we schieten ze wel af, want... Anders gaan misschien onze maten dood, weet je wel. Dus in deze situatie nemen ze niet echt kwalijk dat ze mij finishen. Het is een beetje jammer, maar ja, het is niet dat ze iets fout doen of zo. Kijk... Dit is een collega en die heeft hier al iemand in de benen of zo, ergens. Ik weet alleen niet waar. Dus kijk, hij zegt hier ook... Collega, waar is hij? Er zit iemand onder hem, dus dat was het ding. Dus hij zegt hieronder, zegt hij. Kijk, Tom zegt nu in de benen, maar joh. Buiten, buiten. Zijn buiten, dus ik denk... Deze collega zegt... Er is dus iemand hier beneden in de benen. En Tom zegt, er zit iemand boven. Die bij de ingang in de benen is. Dus ik denk, oh, 2 verdachten. We hebben ze allebei in het vizier, weet je wel. Nou, dus Tom... oh, hieronder. In de benen, zegt Tom. Ja, nou, hij doet zijn handen omhoog. Opeens wordt deze collega van de noodhulp opeens geschoten daar. Dus ik denk, wat is dit? Ik heb het vol aangereden. Nee, dus Tom's kalt dus iemand boven. En ik denk dus, huh? Dan zijn er 2 verdachten dus misschien toch boven. Want ik heb de hele tijd in mijn hoofd... Oh, er zijn maar 2 mensen die we zoeken, toch? Die hier zijn. Bro, dus ik zie hier een hoofdje. Ik kon niet zo snel zien of dit nou DSI was, ja of nee. Zijn ook dus ik dacht, nou, het zal wel... Dit boven is Tom, die hebben dat wel. Binnengelopen. Nou, bam. Ik zag die schim van die guy hier. Dus ik denk, huh? Dit is die verdachte. En dan boven moet er nou eens heen. Dat zijn de 2 mensen die we zoeken. Nog eentje binnen, nog eentje. Dus ik denk, oké, maar Noot is net geschoten. Tom heeft nu iemand neer, maar ik zag iemand naar beneden lopen. Binnen. Ik zit in mijn eentje hier. Dus ik zit in mijn eentje. Ik denk van, is dat dan wel een verdachte? De ja of de nee? Dus ik denk, nou, ik zie daar niemand lopen. Dus ik wil op deze guy focussen, toch? Hier beneden. Ik heb ook pistol bij. Ik kijk achter me. Bam, ben ik geschoten in de benen. Hier. Pats. Dus dat was dus wel een crimineel. Nou, je ziet hem hier ook schieten op mij. Die heeft mij volg gepakt. Er zit nog steeds een gast onder mij. En opeens, zet op dit. Word ik gefinished door een guy. In mijn nek. Dus ze hebben gewoon heel die tunnels, ze zijn allemaal naar binnen gaan, bro. Dit had ik nooit overleefd. Al had ik de 1, was ik zo alsnog dood. Stuk, bro. Dit was gewoon, ja, hier kon er niks aan doen, man. We zijn gewoon goed eerlijk. Ja, man, Jay, jullie hebben het hier, bro, maar dat is nice. Jullie hebben een soort chaos gecreëerd bij mij, waardoor ik niet meer wist wat ik moest doen, man. Jay, ja, je moet wel je wapen trekken. Ja, dat klopt, Jamie. Ik snap dat niet, man. Ik zeg dus handen op die gast. En dan, ja, ik weet helemaal wat dat is voor een bug. Ik ga, ja, laten we dat stukje eens even terugkijken, man. Even kijken. Want ja, je hebt wel gelijk. Ik vond het ook wel een rare situatie. Dat was, kijk, hier zo. Ik had zo'n mooie klem, hè, hier. Oh. Ja, man, kijk dit. Ik stap uit. Ik val naar achter en ik druk hier op 3. Ik druk hier dus op 3. Uitstappen. Maar er gebeurt niks. Ja, dat kwam denk ik omdat ik die deur kopte daar. Ja. Ach ja, penis. Headshot aan neef. Wat heb je getraind dan? Ik heb vandaag chest getraind, man. Chest en buikspieren. Ik ben echt aan het grinden op de buik. En dat was het. Maar ik ben 1,5 uur daar weer bezig geweest. Dus dat was wel nice. GG, jongen. Timmy, Chardin, ja, man. Het is een goeds uit Betuwe. Wacht even. Betuwe. Ik kijk al een nice stream vanaf het begin, bro. Dirk, Chardin, ja, broeder. Zo is de love. Laat eens even weten, chat. Hoe lang kijken jullie al mijn kanaal? In het algemeen. Of je nou video kijkt als eerste of streams. Gewoon, hoe lang kijken jullie al naar mij? Ik ben gewoon benieuwd, man. Oprecht. Ja, maar gekke shit, man. Dit jongens, prankje, what's up, kerel. Weet je hoe ik door mijn Iron Sight kan kijken? Ben benieuwd, nieuw in de stad en maar is makkelijk om alvast te weten. Gamer, Wows. Je zoomt in met je rechtermuisknop en dan scroll je 1 keer naar boven. Dan zoom je in met je wapen, met je scrollwiel. Begin Future, zegt Monsanko. Sinds 200 volgers. Bro, ik weet geen naam, 15. Ik ga eerlijk zijn, bro. Ik weet niet eens meer wat ik deed toen ik 200 abonnees had, man. bijvoorbeeld dit. 3 jaar, 2 jaar, 4 jaar, zegt Shadow. Sinds je korte tijden met Jurassic Pro. Dat, ik heb af en toe, kijk die video wel eens terug, man. Hè. Dat Jan heeft ooit namelijk een keer gewoon, die man had al 600.000 plus subs of zo. En hij zei van, yo, weet je wat we gaan doen? Wij gaan een keer een video van jouw kanaal opnemen. Kom niet naar mij toe. Bro, Jan is een van de realest YouTubers die er bestaan in Nederland. 100%. En daar wil ik Roy ook even aan koppelen. Royalistic, Roy heeft, kwam ook naar mij van, yo, zullen we een keer samen streamen voor jou? Gewoon puur, hij was groter dan ik en hij dacht van, gewoon die gunnings vanuit, kijk, ik ga als kleinere YouTuber, zou ik nooit naar een grotere YouTuber staan van, yo, kom iets doen. Dat vind ik zo wack of zo. Tuurlijk kan het in sommige gevallen ook gewoon prima zijn en het is niet raar als je het vraagt, maar ik zelf voel dat niet om te vragen. Indirect voel ik altijd een soort van lading op zo'n bericht komen van, ja, ik wil met jou iets doen, omdat ik daar zelf wel succes uit kan pikken. Snap je wat ik bedoel? Dus ik vind dat heel wack. Maar het feit dat Roy en Jurassic allebei naar mij toe kwamen van, yo, terwijl ze veel groter waren dan ik, van, yo, we gaan iets doen voor jouw channel, dat is insane. Dat is echt een shout-out naar hun, 100%. En Roy, ik mocht ook een keer langskomen bij zijn huis, bro. Die guy is echt insane, man. Dat is echt bizarre gozer. Jodine, kijk, al sinds het begin... Wacht, waarom gaat die chat sinds omhoog? Je streams en video's, ben groot fan en ben eindelijk in de chat. Want dan kon ik niet op YouTube. Maar ben wel geabonneerd. Max DV, dikke shout-out. Ja, bro. Lof voor de support, maatje. Natjes erbij met kerel. What's up, man. Ja, is echt bizar, man. Kijk, Appie zijn montage. Shout-out naar Appie. Alleen helaas, omdat hij gecheat heeft en een massa RDM doet, skip ik deze wel, man. Shout-out naar Appie sowieso. Niks persoonlijks, maar ik vind dat ga ik niet supporten, man. Jan is echt een top tier, oprecht een van de beste Nederlandse YouTubers die er is, 100%. Jan is geen clickbaiter, Jan is gewoon altijd bij zichzelf, zeg maar, gebleven. Hij hoeft zich niet leuker voor te doen dan dat hij is. Hij is gewoon zichzelf en dat is echt waardevol. En het feit, hè, hij had ooit, wat is het? Yo, Carmit, 6 euro superchat. Je bent te hard gegaan met server. Wat dit? Dus je vindt de server hard of niet, Carmit? Shout out, ja, bro. Shout naar jou voor de zip, bro. Carmi, doe even kalm met al die gunnings, bro. En ik hoe blij was je toen je ninja had gekild, bro. Mees, weet je wat het is? Toen ik je ninja had gekild, het voelde heel onwerkelijk. Het voelde als dat het niet gebeurde of zo. Dat het gewoon niet echt was. Maar toen ik de clip... Want shout naar Anko voor die, dan moet ik even zeggen. Anko is toen gelijk naar Ninja's en Twitch kanaal gegaan. En heeft die clip dat ik hem gekild heb, geklipt. Waardoor toen ik die clip had... Kon ik dat gebruiken in de video. Zonder die clip was het nooit viraal gaan zoals nu, man. Dus ja, man. Shout naar Anker sowieso, man. Weet je wat is met Jan? Hij had al de laatste video geüpload dat hij misschien... het leek erop dat hij ging stoppen. Dus ik schrok me de get voor. Dus ik klik de video aan. Maar in die video gaf hij gewoon een beetje dingetjes aan dat heel veel YouTubers stoppen. Omdat ze het niet meer leuk vinden. Of niet meer de kijkers of de views of de monies krijgen van wat ze gewend zijn. Bro, ik kom uit een tijd dat als ik mijn stream aanklikte... 1 potje Fortnite had gespeeld dat ik 5000 kijkers had. Ja, die tijd ken ik ook. Weet je wel dat je instant zoveel man op je had. En nu met het Twitch-kanaal plus de YouTube-kijkers bij elkaar zitten nu op, even kijken, 500, 600 kijkers. Ja, dat is een stuk minder dan toen. Maar ja, weet je wat het is? Kijk, als je alleen maar leeft volgens de cijfers, dus dat je alleen maar YouTuber of streamer wilt zijn omdat je succes continu wil zien, dan ga je het niet halen, man. Je moet het gewoon doen omdat je het leuk vindt. En ik vind wel, dan ga ik wel eerlijk zijn, jammer dat YouTube mijn kanaal nukt. Dat is gewoon zo. Het is gewoon jammer dat ze... elke stream laten bufferen. Ik heb het ook heel lang niet gehad. Maar het is echt bizar hoe slecht de streams gaan op YouTube. De laatste tijd qua dat jullie de hele tijd eruit gekikt worden. Dat is wel een jammer dingetje. Maar goed. Als dat het enige is dan... ja, het is wat het is, bro. Dylan, klein vraag. Als je wordt geript mag je dan een beetje de tijd rekken? Oh ja! Nieuwe update! Je spant dus nu... yo, Carmi, bro. Tell me the fucking 6, maatje. Je ziet het, je spamt nu op begraafplaats, man. Op begraafplaats. Dus dat is een nieuwe update. Ik zat even te kijken met wat vrouwvriendelijk gedrag einde. Bij Kuis is het mega druk met gijzelingen. Als daar ook nog heel de stad spamt die overleden is, dat wordt één drama qua FPS. Dus je spamt nu op begraafplaats. Eigenlijk wat in heel veel steden standaard is en wat wij nooit hadden. Maar dat is dus nu wel gaande. Ja, nog even zo. Dat is even ook lang geleden dat we bij Nick en Thomas lang zijn geweest, man. Even zien. Staat dat er nog? Ja, ik wou zeggen. Joh, wat spant dat laat in. Nou, we zijn hier eigenlijk te weinig, man. Maar het blijft gewoon zo raar, hè. Hey, ik Ik volg Nick nog steeds gewoon natuurlijk op Insta. Ik zal dat ook gewoon altijd blijven doen. En het blijft gewoon zo apart of zo, man. Dat ze er gewoon niet meer zijn of zo. Dat voelt zo ja, onwerkelijk. Ja, hij heeft nog steeds de politie-hesje aan, jongens. Oh, ja, dat is dan jammer. Dat is dan jammer. Even stil zijn. 3508. 3508. 08. Rupsen krijgt ook gewoon een gum. Wagen niet om hier iets te proberen, jongen. Maar goed, ja, maar blijft fucked up om ik weet niet. Om gewoon te beseffen, man. Uit. Ja, en Thomas natuurlijk hier, aan deze kant. Ik weet alleen niet waar zijn skyline is, man. Die stond hiernaast. Dus ik moet even naar vragen of dat kan. Ja, man. Ja, dat blijft zo... Ik vind het zo raar of zo, man. Weet je wat het confronteren er nog helemaal is? Kijk, we hebben natuurlijk gewoon chat, zeg maar, van Thomas toen hij staf was. Hij blijft het altijd, maar... ja. Maar het ding is, je ziet dus heel veel van die chatberichten. Dat hij nog gewoon heel gewoontjes gewoon over dingen meediscussieerde en voorstelde, updates en zo. En dat, ja, dat blijft zo raar ook, jongen. Ja, man, kan je mij vastzetten bij de garage of niet? I love, man, love. Dus ja, man, dat blijft ook wel raar om af en toe te lezen, man. Dan zie je zijn Discord-profiel. Ja, ga lekker, man, ga lekker. Maar jij ook? Ja, bent u de mensen aan het beschermen, meneer? Nou, ik deed een poging, maar helaas liep dat niet zo goed af. Shit, man, shit. Ik zeg heel eerlijk. Ik was een crimineel. Kijk, zijn dashboard, meneer. Ik wil dat niet meer hebben. Ik wil stoppen met deze criminele leven. Ah. Je hebt geluk dat ik daar me niet bezig hou nu, man. Dus je snel weggooien, die handel. Dat is troep, hoor. Dat is niet goed voor je. En de ballen. Stukje, hoor. FICS. Dat is fucking dik, man. I'm rolling. Controlling. Lekker. Let's go. All the girls are looking at me. Hey boys, bijna fucking 3 barkie likes, man. Ram eens even op die like op, jongens, jongen. Oh, dit? Nog 13 te gaan, man, boys. Makkelijk te halen, man. Makkelijk. Maar laten we naar die fucking dikke vette... Hoe heet dat? HB gaan, man. Dit gaan nu een oudje zwart, maar ja, dat gaan we ook gelijk doen, man. Dit was jouw mooiste auto wat je ooit hebt gehad hier op Future. De Golf 8. Ik had hem als eerst. Hè? Dat was een soort van... Noem het even de intro-auto van Pitstop. Ik kreeg die gewoon om Pitstop te promoten. En de Golf 8 wordt nog dikker. Dat gaat de dikste bakkie worden in de stad, vind ik. Gewoon puur omdat ik weet wat voor tunes erop komen en zo. Dat wordt gewoon de bakkie. 100% man. Nu heb je eigenlijk met de ouders van Thomas gesproken. Ja, ik heb ze... de ouders gecondoleerd. Wat gebeurt er? En ik was bij de hele uitvaart van Thomas, man. Dus ja... Dat was heel moeilijk ook om te zien, man. Ja, het zijn gewoon hele nette mensen, man. En dan ja. Je zoon verliezen, bro. Stel, ik zou vader zijn en mijn zoon dit, bro. Ik zou niet weten hoe ik daarmee zou moeten dealen, man. Ik zou het niet kunnen voorstellen hoe. Ik hoor Glero, jongen. Glero zijn stem ken je ook uit duizenden, ja. 2 barkie, 50 kogels. 50 pistool. Wat dik, man, die blauwe tips. Blijf het zeggen, het is gewoon hard. Even die DSI standaard uit. Hoppakeetje. Tellen hier even weg. Tasertje hier, blablabla. Zaknampje hier. Goed, telefoon GPS even naar beneden halen. Die kate. Hoppa, bam. Zo. Hoppa. Hebben we ook een bewijszakje? Nee, die moeten we ook nog even pakken dan. Bewijszakje! Even kijken, deze oudje. Aha, eentje. Oh ja, die schild kunnen we ook halen. Ik had er nog één in mijn dingetje. Ja, de loadout wordt steeds duurder. Niks te klagen, hoor. Het is fucking goedkoop nog steeds. Maar ja, er komen steeds meer dingen erbij natuurlijk. Maar er zijn... genoeg is. Ja, dat is het nu. Maar er zijn echt veel problemen met de onderwereld. Want mensen finishen in ze eenmaal op hoofden. Terwijl setups en mensen cheat kapot had. Begint echt irritant te worden. Moskou eens. De cheat is verneuken de stad. Daarnaast ben ik gewoon van mening. Er moeten gewoon meer updates komen. De onderwereld moet geprikkeld worden met vernieuwing. Met uitdaging. Maar inderdaad, ik vind dat beide partijen... Politie kan dingen verbeteren, onderwereld ook. We moeten gewoon met z'n allen een soort van middenweg zoeken in de speelstijl. Kijk, ik ben van mening, de onderwereld blijft de onderwereld. Ik vind niet dat zij per se beentjes moeten mikken en... Bonte, bro! Dit is de fucking 420, jongen! Lekker, man, Bonte! Hij zegt ook, yo, dit is... Had je de vlog van Enzo gezien? Vandaag gezien niet. Wat? Althans, zo denk vandaag? Ik zo niet? Kijk die even, 9 minuten blablabla. Hij heeft een nieuwe camera met stroompunt handen voor zijn studio. Maar wat was er ook bij? What's up, jongen? Hé, hey, papa, kaktus. Stem maar een fucking euro, maatje. Ik ga zo meteen oplezen, maatje. Oh. Ik schrijf het even voor. Zet ik deze guy wel in de G-Wagon. Het ding is, Bonte, ik zelf gebruik dat ook, man. Heel veel streamers gebruiken zeg maar hun camera. Dit is mijn camera, kijk maar. Woep. Ik gebruik mijn camera inderdaad ook precies met zo'n batterij als Enzo, man. Fucking ziek. Het ding is alleen, hij heeft een vlogcamera en streamcamera of webcamcamera los van elkaar. En ik heb wel dat alszelfde camera, dus dat moet ik nog even keren. Misschien dat ik ook... Ja, het is niet echt nodig, bro. Ik vlog toch niet elke dag. Hij wel natuurlijk, dus ik snap het in zijn opzicht wel. Maar ja, man. Fucking dik, man. Bond, dit even voor 20, maatje. Moet even naar boven, jongens. Even een ander outje maken. Let's go, man. Let's go. Hey, papa, kan ik iets met een euro zeggen? Yo, Dylan, ben gisteren geband door Fish voor Envol. Kun jij jouw mening geven? Ik was met een mes. Wacht. Ik was met een mes. Een andere mes aan het rippen. En ik zeg dat hij zijn mesje moet droppen. Zijn mattie komt en trekt een mes. Ik ren weg. Is dit een no of life? Plus 5 dagen ben. Als die andere guy in jouw nek komt. En in armlengte staat van jou. Dus hij handsupt jou ook weer. Dan. En je rent dan weg. Ja, dan heb je helaas wel een no of life papa gegooid. Dat is gewoon kloten, bro. Ik weet nu al hoe dat ging. Jij schrok een soort van en je dacht, fuck it, ik probeer nog wat. Het is een soort schrikreactie, denk ik, geweest. Maar helaas is dat wel een no-fail fly, bro. Want ja, uiteindelijk, dat wapen staat op jou gericht. En die mattie van hem, die kan zijn mes ook weer op jou richten, snap je? Dus je hebt eigenlijk twee mesjes op jou dan. Dus ja... Ja, dat is gewoon kut, man. Ik weet dat je het niet expres waarschijnlijk doet. Maar ja, dat is wel ja, helaas een no-fail fly, man. Dus dat is wel kut. Paradox fan, wanneer nog eens een vloggie? Ja, dat vloggen vind ik leuk, man. Oprecht, ik mis het zelf ook. Ik ga op vakantie en ik ben van mening dat ik... Ik ga 16 dagen weg in totaal. Dus ik ben wel van mening dat ik 16 video's online wil hebben voordat ik wegga. Ga maar rijden. Dus het ding is wel... Ik ga daar ook inderdaad een vlog in hier en daar uploaden, man. Ik ga gewoon leuke video-ideetjes even een beetje verzinnen. Dus dat vlog gaat inderdaad zeker hier en daar komen, man. Ik moet wel even Koninklijke Marseille helaas aandoen, jongens. Anders kan ik geen zwarte vest aandoen. Bang. Even kijken, zwarte helm. Dat is deze. Masker is ook goed. Bril. Waar is bril? Hier. Zwart. Dan doen we ook even een zwart t-shirt aan of zo. Zwarte schoenen. Zullen we gewoon even fully black? Zwarte schoenen. Was een beetje zwarte patta's. Deze zijn wel dik. Alright, dan runnen we dit. Zo'n dikke fit. Alleen die camo niet. Maar ja, boeien. Dan moet ik helemaal naar de Kamar. En dat gaan we niet doen. Hoppa, check this fit, boys. Let's go. Are you ready? Kan je koppelen met iemand? Helaas is er niemand om mee te koppelen, jongens. Het valt wel mee hoeveel DC's er vanavond zijn. Dus voor vandaag helaas niet. Aina. Shit, sorry. Oké, wacht. Even een slash skin. Even een abuses doen. Ja, die tattoos. Er zit ook een glitchje, man. Maar ik doe altijd, zeg maar, rechterarm dan dragon. Dragons. Bam. Ja, ik wil wel een tattoo aan. Bots. Het werkt gewoon niet. Brr. Het slaat niet eens op. Waarom is dat zo? Wat is er nou die glitch met die tattoos? Dat begrijp ik ook niet. Daar moeten we ook een keer naar kijken. Rechterarm was het, toch? Waarom staat dat ding niet op? Dragons. Die had ik net aan. Ja, hij staat niet op. Zie je dat? Dat is een bug op die tattoos, man. Moet ook een keer naar kijken. Top G-Wagon. Hier zit ook nog een bug. Ja, deze bug is ook gefixt, man, in de nieuwe carpack. Dat die band er niet meer afglitst. Is dit? Is dit Sammy? Oh, collega. Yo. Yo, hey, what the fuck? Ben je met iemand gekoppeld of niet? Nog niet. Ik heb niet even, als je staat 0 doet, even een koppelverzoekje, hè? Heel gezellig. Kan, is goed. Ik ga het even... is goed. Dan wacht ik even bij achter de paaltjes hier. Oh ja, dat kan ook. Helemaal goed. Yeah! Sammy in de build! Oh, even wat drinken pakken, hoor. Juist, was Sammy is de man. Ik heb druk op mijn kop. Een motor, alsjeblieft. Ja, positief. Nice! Jullie vragen wij krijgen, jongen. Ik heb echt joek aan mijn bips. Zo, let's go. Kopie, kom zo. Je moet eerst aanbrengen. Oh, jullie zijn 10 keer slimmer dan ik. A6 beschikbaar voor 8. Jullie zijn 10 keer slimmer dan ik. Ik vergat het aanbrengen. Hey, joh, hier geen zin in. Die guys zijn aan het klooien. Oh my god, jullie zijn zoveel slimmer dan ik. What the fuck, waarom heb ik daar niet aan gedacht? Even kijken hoor, heel veel iets doen. slash screen. Oh, dat is repair. Oh my god, bro. Dragons. Aanbrengen. Ja, doei. Zo. Ah, nice! Dat van Bodie 5 minuten nog even hier wachten. Als hij niet binnen 5 minuten terug is, dan bent hij hem en neemt hij zijn 19 af. Dat is nog in de prio. Dus wij wachten hier nog even. Zo, ik was doodgaan. 42, 22. Zo! Geen motor, oh, lekker, maar wil je dan wel een ander soort voertuig? Ja, ik zei geen motor. Oh. Zo, wauw, is lekker, man. Alright, hey Sammy, hoe is jouw dag geweest, man? Wat zeg je, bro? Hoe is jouw dag geweest dan? Is de zon onder? Ah, beter. Wat? Hoe is jouw dag geweest? Ja, lekker, man. Heb je weer een broodje kip in je mond? Nee, ik heb een wafel. Oh, dat is mooi. Wat heb jij gegeten net dan? Kufte, ken je dat? Oh, dat heb je volgens mij wel eens gezegd, ja. Ja. Is dat Turks? Ja, dat is gehakt. Ja, ja. Dat is gehakt, man. Oh ja. En lekker met rijst en patat erbij. Patsats. Lekker, man. Dus jij hebt wel even flink lopen bunkeren net. Ja, zeker. En nu lekker een blik Red Bull met een geitje bij. Hey, tot hoe lang duurt de Ramadan eigenlijk? Is het een... Dat was toch een hele maand? Zo... Ja, klopt. Nou, laat ik het zo zeggen. Voor de Turken is het, denk ik, als... Het 10 april. Ja. En de Marokkanen die kijken meer hoe de maan gaat staan. Ja, dus... Oh, het verschilt ook nog, joh. Oké, wat de fuck. Oprecht, dat wist ik niet eens. Huh? Oh, dat wist ik niet eens. Komt het voor dat we dezelfde dag hebben. Maar soms kan het wel eens voorkomen, dat is in het verleden ook gebeurd, dat de Turken dan één dag eerder hebben. Oh, het is dus echt maar een dagverschil, zeg maar. Ja, precies. Ja, oké. Nou, oké. Oh, nou, nice. Dus tot 10 april dus? Ja, hoogstwaarschijnlijk 10 april. Oké. Ja, dat duurt nog wel even. Bijna 2 weekjes, iets minder. Ja, maar het is lekker, het is goed voor het houden. En waar een kleine side-vraag. Quest, wat bedoel ik? Nee, er wordt een bankje gedaan, wacht even hoor. En ik lijk. Er wordt echt een bankje gedaan hier. Ja, counteren. Even kijken wat hier gebeurt. What the fuck? Ja. Dit is sowieso een bankje. Ja, kijk dit dan. Zie je een wapen? Hier, handjes omhoog. Maar diegene in de auto moet toch ook een wapen hebben? Positief, ja, we zijn bezig. Papa, kan ik dat stemmen van geen euro, maatje? Ik denk dat of de DCO moet oproepen zijn. Kan je anders noodhulp alvast oproepen of niet? Ja, positief. I'm rolling, controlling. Je bitch doet vies in mijn woning. No bro, no. Ballgame hard net als bowling. Even kijken wat ze gaan doen allemaal, hè? Of iemand gaat counteren of zo. Staat 6 voor de opkomen. Toevallig staan wij. Zie ik hoor, bankje. Er wordt even een soepele bank gedaan hier. Dit is Alba, serieus, Jay? Wie is dit? Hier is ook. Oké, ja, inderdaad. Nu zien we dat. Wij staan erbij toevallig nu. Het is heel erg druk dat jullie dat wel weten. Gaat er een counter komen of niet, jongens? Counter. Hey, December 3 was het leuk gisteren, veel bro. De film was gisteren echt leuk, man. Ik had die Kong vs. Godzilla of dingen gekeken. Het is nog heel erg leuk. Man, die film was echt ziek in 3D. In 3D. Hey, Anna, hebben we de sub. Thank you very much. Ja, man, dat was echt een gek film. Check, dankjewel. Wij zijn terug naar DC. Eind onder de wereld. Wat doe ik nou? De politie is los. Salam alaikum. Walaikum salam. Right. Vandaag, collega. Shit. Hey. Ik moet even een koppel prio, collega. Kan jij mee even slepen? Koppel prio 2. Yes. Ah, helemaal goed. Hebben jullie al eventueel een ANWB of een transportje voor de hekjes opgeroepen? Ik ben net mee bezig. Ah, top, top, top. Alright, alright. Ga even het roer afzetten. Zou ik in jouw glovebox nog even... Hé, we gaan nu niet grappig doen. Hé, papa, kijk eens nog even een vraagje. Ik vroeg me af of Future nog op zoek was naar keurmees. Keurmees die kennis hebben over PC's en PC-checks. Gaan uitvoeren of zijn er genoeg stafleden. Papa, kijk dus, we zijn daar al wel mee bezig. Maar op dit moment is daar niet echt een search naar of zo. Ja, meneer met de paraplu zou u heel even door kunnen lopen. En meneer met de taak. Ja, wat is hier aan de hand, meneer? Er is hier een geisje gaan in de bank. Politie aan de hand. Oh, nee. Ja. Collega's zit heel veel ons auto voor de deur. Een stuk of... Hoppakee. Bang. Yo, hey, hallo SRT. Even snel tempo doorrijden, maar niet nog een keer langskomen. Kom, wegwezen. Ja, niet nog een keer, dit is de eerste keer dat ik langskom, kerel. Ja, ik zeg toch niet dat je nog een keer langs komt rijden, dat bedoel ik. Dat komt goed, kerel. Goed, ja, je moet even snel heen, toch? Hey, hoi, meneer de RS6, kunt even doorrijden of het gebied verlaten? Yo, yo, yo. Hey, Wingsclub, kom. Even opzaten. Even ergens anders stil gaan staan. Niet midden op het kruispunt. Kom. Ik wil even dat het kruispunt hier helemaal open is en niet hier midden op de weg gaan staan. Pas 7 jaar aan het geworden ben. Kijk hem schreeuwen. Ik kijk boepen elke dag. Ik vind dat meneer, je mag even. Je zegt tegen mij dat ik niet moet schreeuwen, maar jij bent ook aan het tetteren. Kom even doorrijden. Kijk hem schreeuwen, ouwe. Sorry hoor. Sorry hoor. Nee, Toyota, even doorrijden. Kom even goed laten. Ik was gewoon aan het kijken. Ja, oké, maar dat kan helaas niet. Dus heel even doorrijden, kerel. Is goed. Helemaal goed, jongen, helemaal goed. Hé, volgens mij was het een beetje boos, of niet? Nee, dat was gek. Maar ook voor jou, je moet ook even het gebied verlaten, kerel. Yo, yo. Penis. What the fuck? What the fuck? Ik heb zin in de onderhandeling. Ik heb zin in de onderhandeling. Ben ik al gesleept? Ik weet het niet. Wordt koppel 2. Koppel 2. Koppel 2. Nee. Hé? Hey. Zo. Sammy ook niet. Oké. Ik heb zin in die onderhandeling. Ik weet niet, ik heb gewoon zin om een beetje te connecten met de gangs. Hey collega, zou ik zo meteen de onderhandeling starten? Als jij dit wil. Heb ik goed, jongen. Daar heb ik wel zin in eigenlijk. Collega, jongen, ik ga me toch even die onderhandeling even in een rap tempo zetten, jongen. Moet jij zo opletten. Hey, zet hem op, jongen. Ja, gaan we doen, jongen. Dit gaan we doen. Trots op je. Hey, niet zo slijmen jij, hè? Ga. Meneer, ik ga. Nou, maar what the fuck? Tjoe, maak hem maar een grapje. Zo. Even kijken, die. Hoppa. Hoppa. Zo. Pots. En ik weet ook dat hun niet de enige zijn. Hoe bedoel je dat hun niet de enige zijn? Veel outsiders hier. Ja, er rijdt van alles rond inderdaad. Zou je een beetje gas kunnen geven op de afzet en zo? Want het is echt één open sodemieter zo. Ja, dat komt goed. Right, dan ga ik even naar binnen, jongens. Hoppa. Even kijken, even die holster eraf. Hoppa, zo. Hallo! Ik kom even... Alright, alright, alright. Een hele goede avond, heren. Ja, was lekker. Zo, ja, het ging op zich wel lekker, totdat ik hier allemaal onschuldige mensen zie genomen worden. Dat hoort erbij, meneer, dat hoort erbij. Is het ook duidelijk? Nou, het klinkt hier als de Walking Dead, man. Wat zijn jullie allemaal gaat het allemaal goed, jongens? Ik ben bang. Ze hebben wat te eten gehad, te drinken. Ik denk dat het wel voldoende is. Oké. Ja, ze klinken allemaal zo... buikpijn? Oh. Ja, ik had ze zijn niet gewond dus, of... Nee, niet gewond. Niet gewond, oké? Ik heb wel. Jij wel? Ik heb een beetje pijn. Wat is er gebeurd dan? Ja, ik heb... Ik wou uitstappen en toen ging die auto een beetje naar achteren onder die band. Oh, dat klinkt wel heftig. Maar... Dus stel iemand slaat mij nu, dan ben ik gewoon dood. Oké, maar dat deze heren met de wapens hebben jullie niks aangedaan dus? Voor de duidelijkheid. Nee, dat doen we niet, boys. Of wel dan? Oké. Maar jij wil wel weten waarom we hier zijn, denk ik, of niet? Ik zie een hele keten aan voertuigen mensen inladen. Ik denk, wat is dit nou? Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hier gaande is. Ik zou je even uitleggen. We hebben laatst een containerschip overvallen. We hebben 2 containers leeggehaald. Ja. En er zijn van ons 2 bestelbussen weggereden. En er zat wodka in. Wodka? En, oh, okay. Ja, en jullie hebben een van die bussen, die hebben jullie gearresteerd. Wodkamerslag genomen, persoon gearresteerd. Ja, daar waren we niet zo blij mee, want onze opdrachtgever die verwachtte 2 bussen met wodka. En dat was Oké, dat is... Oké. Hebben jullie enig idee waarom die bus dan in beslag genomen wordt en dat die heren gearresteerd worden? Nou ja, omdat het gestolen is. Wij kregen een tip dat er wodka op dat schip lag. Je weet dat Russen die houden van wodka. Dus wij dachten, ja, even 2 busjes vollaaien en wegwezen. Maar toen kwamen jullie. Okay. En toen was één busje... Niet met Russen, joh. Nee. Dus ja, als ik het goed begrijp, hebben jullie die wodka eigenlijk al gestolen? Schoten, hè? Ja, dat klopt. Die hadden we gestolen. We hadden een opdracht gekregen van iemand. Ja, die verwachtte 2 bussen met wodka. Die kreeg er 1. Ja. Dus ja, nou wil die een bedrag zien. En daarom zijn we hier. Ah, op die fiets. Oké, dan snap ik het verhaal inderdaad. Zou deze meneer trouwens voor mij een beetje aan de kant kunnen? Ik word een beetje... Ja, je ademt nog wel zwaar. Kom maar even naar achter, maatje. Wat doet hij nou? Hè? Hij treedt een pas! Ga maar even lekker hier zitten. Ja, oké. Helemaal voor de bak. Sorry, die afzetting is clean. Krijg je zo een lekker broodje van AWB, Sanda, AWB. Nee, dus eigenlijk is dat het verhaal. Dus we hebben een beetje geld nodig. Want ja, die man die wil geld zien. Nee, oké, ik snap inderdaad, nee, duidelijk verhaal, en ik hoor wel, zeg maar, dat het puur om geld gaat. Kunnen we bij deze dan afspreken dat we, ja, de levens van de, dat wordt, oké dan. Dat zeker, meneer, dat zeker. Ja, dat we geen onschuldige mensen gaan omleggen dan. Nee, dan ben ik wel een en al oor voor eventuele eisen of noem het maar op hoe jullie hier weg willen gaan. Ja, dat laat ik aan mijn collega over, want die is daar beter in dan ik. Vrij doorgaan aan deze kant. Wacht, dan schrijf ik dat heel even op de iPad hoor. Geef me een seconde. Ja, is goed. Tablet 2. Alright, even kijken. Vrije doorgang. Vrije doorgang. Deze kant. Ja, ik naar richting die kant. Ja, oké, dat is die is doorgelekt, maat. Aapsbroek vol zitten. Trouwens, even voor de duidelijkheid, want ik zie hier, even kijken, 5 heren op de grond. Zijn er nog meer personen aanwezig in het pand? Nee. Alright, ja, voordat we eigenlijk verder gaan, wil ik dat toch even voor de zekerheid controleren. Standaardprocedure, dat moet ik toch even doen. Ja, je mag even naar binnen gaan hoor. Oké, dan loop ik even achteraan. De kluis is al leeg, jeetje, dat doe je snel. Even kijken in dit hok, volgens mij kon deze ook open. Zit hier een persoon? Oké, ja, nee, helemaal goed. Top. Zit de kluis ook weer op het slot of niet? Oh, oké, die is open. Even kijken of hier nog iemand zit. Ik moet nog eenmaal de money. Even kijken, hier niemand. Oké, nee, helemaal goed. Nee, top, dan weet ik dat. Maat je gewoon even door. Als je aan de diarree bent of niet. Let it do, let it down. We hebben gewoon een mooie achtervolging. Wordt niet gemaaid. Oké, wacht. Zullen we dan even de eisen dan inderdaad voor de... Dan hebben we dat duidelijk even. Ja. Geen heli. Zoals je ziet ook, onze auto is... Een G-Wagon. Gaan er wat leuks van maken. Dit is niet echt snel, zeg maar. Dus... Ik zeg jullie eerlijk, jullie hebben wel stel elkaar voertuigkeuze. Want zie je die G-Wagon daarvoor? Die is van mij. Ze hebben toch... ja, dat is toch even top. Kunnen we even ruilen, of niet? Ja, maar die van hem is getuned waarschijnlijk. Ja, die is wel... en een lampjes erop en zo, hè. Dat wordt hem helaas niet zomaar. Maar even kijken, want ik tel voor nu even alleen de vrije doorgang. Want we kunnen even kijken, want jij zei Zulu weg. Ja, Zulu weg. Ja, dat ding is vervelend, joh. Jullie kunnen 5 eisen in totaal stellen, hè, dat jullie dat weten. Ja. Alright, ik heb er nu al 2. Zulu weg, top. Oké, deze kant op. En ja, deze kant op ook. Ja, die vrije doorgang, dat is nummer 2 inderdaad. Ja. Ja, want je gaat er sowieso mee naar buiten, want anders weet hoe dat werkt, hè. Ja, oké, dus jullie willen al... Oké, dat is dan eigenlijk ook een eis, dus dat is nummer 3 al, dat je 1 persoon meenemen naar buiten. Collega. Jo. Wil je hammer time gaan? Kan. Wat zei die nou? We hebben wel een andere eis. Oké. Smurfijs. Ik heb een leuke ijs. Oh, ja, vertel. Het is aan jou hoeveel je aankoppelt. Hoe meer, hoe leuker. Wacht, die moet je even uitleggen aan mij. Het is aan mij of ik aankoppel. Hoe meer, hoe leuker. Nee, dus, ik zeg het is aan jou hoeveel je eraan koppelt. Het is aan mij hoeveel je eraan koppelt. Dus geen heli, maar je mag zoveel eenheden laten aankoppelen. Je hebt van ons vrij toegang. Hoeveel collega's jij in de achtervolging wil zetten. Oké, dat is wel geen probleem dus. En jullie... Oké, dus ik hoor een soort van zekerheid dat jullie zo zijn wegkomen. Laten we het zo zeggen. Nou, we hebben wodka op, meneer. Je weet het, hè? Als we wodka op hebben, dan rijden we nog beter als Max Verstappen. Oké dan. Die vind ik wel leuk. Ik schrijf hem wel op als ijs dan. Dan hebben jullie de 3 gebruikt, zeg maar, nu. Excuus 4. Ja. Heb je dan nog meer nodig, collega? Ik niet, hoor. Ik weet niet, bro. Wil je nog een flesje vodka of zo? Of ben je nog sicker? Zo gek. Ik ga bijna vallen, welke wodka. Ja, doe nog maar een flesje wodka erbij voor onderweg. En dan is het prima. Ja, die ANWB'ers daar. Zitten lekker daar. Ja, die... even een dansje of zo geven aan hem. Jullie willen dat de ANWB'ers een dans gaan geven? Ja, dit is gewoon zo lekker allemaal naast elkaar. En dan, ja, waar willen jullie dat ze gaan dansen? Op die auto of hier voor de deur? Ja, gewoon op de auto. Op de auto, oké. Nee joh, lekker voor de deur, man. Oh. Ze zitten daar op de luie gat, ze hebben geen reet te doen. Laat ze maar even lekker dansen, inderdaad. Alright, dan ga ik dat even met leidinggevende bespreken. Dan kom ik zo meteen deze kant weer op. Okay, nog een hostage. Hey, wat is dit? Nog een hostage. Hey, meneer, jij mag even je handjes omhoog doen. Hey, hallo. Handjes, handjes. We doen met Willem even iets anders. Verstoring. Ja, gaan we hier blijven. Even rustig worden, meneertje. Ja. Oh, die is gelijk klaar. Dat is mooi. Mag ik hem even... Ja. Oeh. Nou, grapjas. Oh. Nou, hij heeft een paar klappen gegeven eigenlijk. Ik zou jou eens even helpen, jongen. Even kijken, ja, wat is dat? 28, 68. 28, 68. Jongen, 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 jongen. Alright, nou. Klotes. Oké, nee, duidelijk. Even kijken. Vrij door aan die kant. Jullie wouden, even kijken... Een ijs dat jullie... de Zulu wil... ja, want jullie zijn er wel dan hoeveel er aan kan koppelen. Dat aan ons ligt. Is de Zulu daar dan ook... Ja, hij mag geen Zulu, maar gewoon eenheid op de grond. Mag op de grond. Oké, dan zou ik dat even doen. En postduif in de lucht, maar de rest is vrij. Alright, oké, nee, geen Zulu. Wij mogen zelf kiezen hoeveel mensen er aan gaan koppelen vanuit ons. En de ANWB moet dansen op het voertuig. Ja, alright. Wat een mooie dansje heeft dat. Wel op dit voertuig, hè? Op die Mercedes hier. Op die Mercedes hier, hè? Oké. Ik denk dat ik dat wel voor elkaar ga krijgen. Voor die eisen zou ik dan wel alvast... wat heren mee kunnen nemen. Ja, maar gaan we deze twee pakken? Ja, deze op zijn pamper vol zitten. Die had tijdens het ruiken, die heb je minstens een... Komt die nou terug? Yo, hey, cash tegen de fucking 249, man. Let's go. Alright. Even kijken, welke houden wij? We houden deze linker, meneer... Ja? Meneer, wil jij nog even bij ons blijven, gezellig? Dat als de andere heren even mee naar buiten kunnen komen. Collega's, er komen nu een paar honden. Yo, ik zal ze opvangen. Ga ik jou even vastpakken. Dus, jongens, jullie kunnen naar mijn collega's lopen hier buiten. Loopt er maar even door. Oh. Ja, ik mag ook even naar buiten. Yes, loopt er maar mee. Dan blijft deze. Oh meneer, u mag even weg. Hallo. Wat waren de eisen? Hallo. Oh nee. Hey, wat? Nee, help mij. Even kijken. 36, 34. Nee. 36. Dat hij nou dom of... Rustig aan, jongen, jij krijgt straks ook een flesje van die wodka. Komt helemaal de bakken. Deze man heeft nog niks geks gedaan, dus op zaterdag. Zullen we eens kijken of er nog wat in de kassa ligt voor jou? Misschien. Alright, jongens, dan kom ik zo weer terug bij, als ik... ja, rustig aan. Helemaal goed. Nog even vol, kerel. Alright. Zo. Alright, alright, alright. Voor jullie collega's, ik zou de eisen wel even via de porto bespreken. Dan kunnen jullie gelijk allemaal mee horen. Ze hebben een eis dat alle ANWB'ers die op hun ANWB-voertuig nu zitten... moeten dansen op de G-klasse van hun. Daarnaast willen ze de doorgang waar de ANWB'ers nu zijn helemaal open hebben. En ze willen dat er geen Zulu aankomt. Verder hadden ze ook nog een laatste eis. Dat wij zelf mogen bepalen hoeveel mensen op de grond aan gaan koppelen. Hoe laat het is, toch? Die laatste, die laatste snap ik niet. Nou, ik snap het dus ook niet, dus ik vroeg het even na. Wij mogen dus zelf bepalen of we zeg maar, het hele korps hier laten aankoppelen. Daar komt het zeg maar op neer. Ze willen denk ik een beetje een uitdaging of zo. Ik denk dat je dan ook veel setups kan verwachten, dat zou ik zeggen. Ik heb wel zo vermoeden inderdaad. Ze gaan wel trouwens in deze G-klas weg, dus het is niet een gek snelle waggie of zo. Yo. Ik denk sowieso nog een koppeltje DC en dan nog een koppeltje politie. Ik denk dat het allemaal goed is. Ja, dat is een goeie. Wat zeg jij? Buitenpolitie hebben sowieso niet meer gezien hoe druk het was toen we hier net waren. Ja, dat is inderdaad goed. Ik ga dat ook even in de poort. Ik weet niet of jij nog een koppeltje DC kan oproepen, Karel. Dan mag heeft iemand beschikbaar. Ja, dat lijkt me inderdaad wel handig. Zou die hierheen kunnen komen, die Kamar? Ik heb vraag. Sam, kan jij die DC even optrommelen? Dan ga ik weer even naar binnen, zeg maar zo. Even kijken, die ANWB trouwens, kunnen we die gewoon op hun auto laten dansen? Niet dat dat ze opeens los is genomen worden ofzo. Oh, wat dan? Jullie staan er nog, joh. Wat de hel? Geen maar sponderen. Zijn die holsters allemaal gefouilleerd, jongens? Ja, ja, jullie mogen droog. Oh, ja, let's go, let's go, let's go, let's go. Heel goed, jongens. Komt er maar eenheid deze kant op. Ik weet niet of het verstandig is om die ANWB te laten dansen, ook omdat de ANWB bij hun wegafzetting moet blijven. Ja, ze hebben niet gezegd hoe lang ze moeten dansen. Misschien dat ze één korte dans doen dat wij de boel bewaken of zo even, weet ik het. Ja, maar ik zal het even overleggen. Ja, is goed, is goed. Ik zie dat er geen DSI aanwezig is. Is Serge misschien een optie? Ja, oh, ze gaan nu dansen. Ze gaan nu al dansen. Alright, oké, dan het moet op de G-klasse, zeiden ze. Dus, ja. Welke G-klasse? Die van jullie? Of nee, die van hun, die van hun. Ja, jongens, je moet hier even een dans uitvoeren, jongens. Misschien een soort teamdans. Kun je niet tegelijk dansen of zo? Ja, allemaal tegelijk dezelfde. Ja. Als je dance pipe, oké? Doe deze dan, ja. Deze ik telt af, oké? Ja, zo, oké, dan op go, oké? Ja. Welke gaan we doen? Dance 5, dance 5. Ja. Oké, wacht even hoor. Ik ga stuk. Ja. Alright, op go. 3, 2, 1, go. Ik ga stuk, jongen. Tekst aan, jongen. Ik ga stuk. Bro. Hey, meneer met de onderbroeken mag je trouwens even het gebied verlaten, jongen. Kom even weglopen. Bro, wat in de stelling van vandaag was, is dit dan? Ja. En welke doen jullie? Welke doen jullie? Wat verdomd, ja. Trouwens, voor jullie collega's. Toen wij hier undercover aan het kijken waren hoe ze de horses aan het inladen waren, was er wel een hele keten ook bij betrokken. Dus mogen dat ze inderdaad met heel veel buiten ook zijn. Scare roept sowieso 2 koppels van gezegd op. Yes, dat is helemaal goed. Dan ga ik even weer naar binnen en dan ga ik even de boel bespreken met hem. Yo. Is goed. Alright. Dit was een reis. Oké. Alright. Nou, ik hoop dat de teamdans van de ANWB voldoende was. Ja, dat was heel mooi, man. Dat was heel mooi. Dat denk ik wel, ja. Even kijken. Ik heb even de boel besproken. En we laten hier even een paar koppels nog bij komen. Jullie wilden dat zelf, dus daar ben ik wel benieuwd. Verder de vrije doorgang wordt geregeld, de Zulu koppelt niet aan. Dus eigenlijk hebben we alles wel zo'n beetje rond. Dat is mooi. Ja, ik zit er wel even te denken met groen licht hoe we dat gaan doen. Ik denk dat vraagje, hè? Ja? Heb jij goed geheugen? Wow, ja, op zich wel. Ik denk dat die eigenaar van de bank zijn centjes hard nodig heeft, denk ik. Ja, dat lijkt me. Zeker als jullie een hele zak meenemen. Ja, je weet dat we hebben zeg maar wodka vorige keer meegenomen. Ik heb 2 raadsels voor je. Je hebt raadsel voor mij, ja? Als jij weet wie die wodka gestolen heeft. En daarna, dan, als je de goede locatie zegt, krijg je de helft van de buit. En op het moment dat jij kan zeggen waar wij wonen, krijg je de andere helft van de buiten. Oké dan. Dus ik moet raden waar jullie vandaan komen? Nee, wie dat schip heeft overvallen, wie die wodka gestolen heeft. Wie waren dat? Ja, dat waren jullie. Ja, maar hoe heten wij? Hoe heten jullie? Zo, dan moet ik even nadenken of jullie een naam hebben laten vallen. Ik krijg dat de helft, zeg maar. De helft is wel veel. Dat zou de bank-eigenaar wel wat chill vinden. Ja. Dat denk ik ook, ja. Even kijken. Dus ik moet dus raden wie de wodka heeft meegenomen van het schip. Yes, de containerschip. Kijk, het enige wat ik kan verzinnen, en dit is een hele wilde gok. Aangezien ik ooit bij een gijzing op een schip was, die ook flink aan de zuip waren en ook rondom de wodka zaten. Dat is de enige die kan verzinnen. Dus ik denk dat ik daarop ga gokken. Dat is leuke muziek ook, hè? Ja, ik denk dat ik dan een hele goede gok ga knallen nu. Zeg maar. Nou, toen viel de naam Moskou wel op de grond. Dat die groep daar was. Kijk, dik. Deze. Dan heeft hij al de helft te pakken. De helft te... Collega. Yo. Ik moet jou heel even spreken. Oh, ja, is goed. Hey, ik kom er hierop terug, hè jongens. Dat geldt... Ja. Okay. Ja, wij doen het in een koppertje voor. Ik ga stuk. Oh, lees niet het echt nog. Ik ga stuk. Vertel. Hey, voor jou. Meneer Daisy is onderweg. Ja? We moeten even tijd trekken. Zoveel mogelijk. Ik weet niet of dat gaat lukken. Ja, ik ben wel flink aan het tijd trekken. Weet je wat ik ook heb gedaan? Ik heb de helft van hun buiten die ze hebben gestolen net, heb ik vrijgespeeld. Dus die krijgen we zelf. Nou, lekker dan. Nou, anders doe jij ook even een dansje, even een tijdrek of zo. Ik zal wel even kijken inderdaad wat ik kan regelen. Is goed, tot. Alright. Yo. Alright. Ik ga stik, bro. We zijn daar aan het... We gaan het ook nog echt doen. Ik weet echt... Ik denk dat ze rechts... What the fuck, ouwe. Dit is wel heel anders. Ik ga stik. Yo. Alright, daar ben ik weer. Nou. Nou, ik heb in ieder geval hier een koffertje pegels voor je. Dan kan je de eigenaar blij maken. Yes, dat is goed. Ik heb één vraag goed beantwoord. Komt-ie. Oh, ik moet nog een vraag beantwoorden natuurlijk. Ja, ik was daar even kwijt. Vertel, wat was die vraag ook alweer? Ik ben het even vergeten. Kut, wat was het? Ik zal eerst even de pegels geven. Ja, top. Nu hebben we die koffer aan. Komt-ie. /i brief. Shoot. Ja, die tweede is moeilijker. Moet je een tip geven, collega? Of moet hij het gewoon cold turkey doen? Even kijken, want wat was die vraag als ik vragen mag? De vraag was, waar wonen wij? Waar jullie wonen? Ik ga je één tip geven. Vertel. Daar is pas een collega van jullie gegijzeld. Er is zo... Kijk, ik ga eerlijk zijn. Dat gebeurt nog wel eens vaak. Dat klopt. En laat hem zeggen naast jullie garage. Nee, dat kan je niet. Dat is... Wij weten dat toevallig, maar dat komt omdat wij daar wonen. Wacht eens even, Oh, wacht eens even. Toen hadden we ook al onbeperkt laten aankoppelen. En ik had een lekker band. Was dat gisteren? Shit. Jij had een lekker band. Jazeker. Wacht eens even. Was dat toevallig een lekker band in de tunnel van de metro's? Ja. Dat klopt. Jouw collega moet mijn bandje nog komen plakken van de week. Ja, ik zelf wist ook eigenlijk niet dat het dat ging doen, maar... Aha! Het duurde al lang genoeg. Dat was bij die fabriek, jongens. Dan weet je het wel. Dus jullie hebben zeg maar de gijzeling daar gisteren was ook jullie huis. Jullie verblijf... locatie. Zou je op kunnen gokken? Dat is van jou. Zodat die fabriek zijn, jongens. Misschien zeg ik iets fout, toch? Hij zei ook onze locatie, dus Zo, ik zit even te denken. Ja, ik heb denk ik wel... Ga je nou één tip geven? Nog een tip zelfs, jeetje. Wij hebben vaak een gouden kleur op onze auto's. Het smelterij, jongens. Nou ja, nou, met die tip dan durf ik mijn gok wel te wagen, hè? Want dat versterkt het alleen maar. Ja, dan ga ik toch voor die smelterij, die fabriek daar. Dat klopt, we hebben weer ding, collega. Ding, man! Kijk eens, hey, altijd prijs heb ik gehoord hier. Hij krijgt gewoon die eigenaar zijn muntjes terug. Zo, ik loop gewoon met twee koffers, joh. We gaan gewoon met volle bak. /i. Ja, weet je wat het is? Heb je dat of zo? We hadden die kluis opengemaakt. En ik zag dat er niet zoveel in zat. Ik denk, nou, die eigenaar die heeft het al zwaar. Dus, nee, oprecht, wat gul van jullie dat we het op deze manier, toch een klein deel, is dit... Oh, wie is dit dan? Nou, goed. Ballen. Nou, oké, en dit is dan alle poen wat jullie hebben gejat hier? Dat klopt. Jongen, wat een pegels. Ja, ik heb het niet geteld, maar ik zag een flinke, die koffer is flink zwaar namelijk. Ja, ik heb nog wel een paar gouden munten, sieraden uit die kluisjes achtergehaald. Ik moet natuurlijk wel mijn opdrachtgever betalen, maar dit is contant geld in ieder geval. Nee, dit is, ondanks dat jullie nog steeds een bank hebben overvallen, toch een klein positief dingetje van de avond. Ja, toch? Nee, helemaal goed, heren. Appeltje voor de dorst. Ja, zo, daar kan je wel flink wat appels van halen. Vind je het goed dat ik het heel even met mijn collega even ga natellen en even het geld veilig te brengen? Ja, vergeet niet die fles wodka voor onderweg, hè, want die hebben we hard nodig. Ik zou even kijken wat we kunnen doen, want volgens mij zijn alle slijterijen een beetje dicht. Ja, jullie hebben zelf ook niks. Bij je zeker. Ah, je hebt vast wel een hoge agent die wat in zijn dashboardkastje hebt liggen, denk ik. Ja, ik zal eens even kijken. Leeg. Ik heb de scum thuis. Maar... Oké, ik zal even overleggen hoe en wat, dan kom ik zo meteen weer deze kant op. Ja. Is goed hoor. Alright. Hey, hoi. Yo. Ik ga stuk om deze gast, joh. Wat goud, joh. Erbij halen en... Alright. Het uiterste, extreemste geval gaan we mensen aanhouden. Hoor. Maar als het niet hoeft, dan... het is geen prio. Schat, ik ga sowieso via /overheid iets uitgooien. Ja, ik weet het. Hij heeft gespoofd, hè, die guy. Hé, collega's. Ik ga even snel naar mijn auto toe, heren. Ik blijf het verder buiten. Ik heb wel een hint gekregen, maar ik heb 2 vragen goed. Dus ik heb een flink bedrag vanuit de bankkluis weten vrij te spelen. Mm-hmm. Dus hallo? Hallo? Ah, oké. Je hoort ons, kijk. De koffer is best wel een zware koffer, laten we het zo zeggen. Dus ik heb geen idee waar we het gaan laten nu. Wat zeggen jullie? Ik zou het in beslag laten doen. Bij mij op de bank? Nou, niks bij jou op de bank, man. Mocht je willen. Maar kan ik het even ergens... is er een recessie in de buurt of zo? Weet ik veel. Echt hier. Of een van jullie mee kan nemen of zo? Ik ga er naar mijn auto. Nou, de recherche is niet beschikbaar, zeg ze voor hier al. Dat ik raar vind. Ik kan nog een keer vragen als recherche is. Ja, dat ze even deze koffer mee kunnen nemen voor onderzoek ook. Yep. Kijk, nu gaan we even die tijd ook even geven nu, snap je? Even een beetje hier kletsen, betsen. Ik zeg je wel één ding, hè? We moeten wel een beetje met de achtervolging rekening houden, man. Dit is wel lachen. Dit is wel een gouden overval. Ook die G-Wagon is ook hier wat anders. Ja, dit is wel lijp, man. Ja. Sowieso shout naar Moskou voor dit, man. Lijp shit. Voor jou, collega. Hey, man, begin niet te liken, boys. Zitten bijna op de 400 likes. Kunnen we naar de 500 gaan, zo ziek zijn. Maar... die niet echt willen luisteren naar ons. Dus voordat wij groen licht gaan geven, gaan wij zo meteen vegen. Oh ja, zo ja. Nee, dat is goed. Laten we dat inderdaad eerst doen. En maar mannen, ik ben echt benieuwd hoe die achtervolging gaat zijn. Ik denk dat dit echt helemaal uit de klauw gaat lopen, man. Ja, ik denk oprecht dat die achtervolging gaat met een G-Wagon. Ik denk oprecht dat dit helemaal chaos gaat worden, man. Een massive shootout nog of zo. Dikke setup of zo. Maar gek, man. Ja, nou de liefste heette de lamp inderdaad, man. Top roleplay. Oprecht. Recherche zit in het protocol. Kijk helemaal toe. Recherche, kom eens uit. Nou, Serge, kom eens uit. Ja, kom maar uit. Hi, ik heb net een grote koffer geld weten vrij te spelen van degene die de bank al aan het overvallen zijn. Zou jullie dit koffertje in beslag kunnen nemen? Mogelijk voor onderzoek noemen. Ja, positief. Is dit bankoverval? Positief. Nou, wij zijn Zulu. Dat vind ik tof van. Ja, voor jou Zulu. Ik vind jou een toffe peer. Alleen helaas was een eis dat jij niet erboven mocht hangen. Niet omgang of niet mee in de achtervolging? Mee in de achtervolging eigenlijk. En heel eerlijk, deze heren zijn best wel, hoe zeggen dat? Het is een chille overval, laten we het zo zeggen. Oké. Als we 3 setups hebben gezet, dan komen we terug. Ja, dan mogen jullie komen inderdaad. Oké, dan zullen we afkoppelen. Alright, helemaal goed. Penis! Ja, kijk, weet je wat het is? Dat wou ik dus zeggen. Ondanks dat... Kijk, nu weer 300 kijkers eraf. Het is echt bizar. YouTube is echt aan het... Ditten. Ondanks dat hier en daar wat klachten zijn over de onderwereld en dit is niet goed. Oprecht, de scenario's van gangs en hoe de achtervolging lopen, gaan wel verbeteren. Echt bizar, man. Dat is wel echt een goede... Is het goed? Op de meesdruk staan 4 wapens. Ik ben daar nu. Ja, op de meesdruk. Ja, daar kom je niet zomaar. Oh, echt op. Wat is de locatie? Ja. Nou, heeft geen nut voor jullie iets op de was de locatie, zegt de gast. Let even op jongens, er staat een rode Brabus. Is die zich al verbeterd? Bitcoin rode, wel iets man, we hebben een betere server nu, dus er gaat al wel goede kant op man, 100%. Man. Dat weten jullie hè? Ja, maar die aan de linkerzijde zijn alleen maar kloters man. Hebben ze allemaal meerdere vorderingen gehad en zo? Ja, positief. En ze blijven zingen en ze zeiden net ook van... Dan kijk, ga Dylan. Ik even de boel kleren. Dat zou wel zijn. Zijn dat alle heren zeg maar links van die hekken? Yup. Ja. Zien 38, 19. Waar is de locatie? Oh, mijn monitor valt uit. Ik zie niks. Er zit ook gewoon een waiter in Mike te schreeuwen alsof een leven er vanaf hangt. Gewoon 1 dag. Ja, ze is ook te erepen. 27-11. Niks naar hun hoor, maar... Er is iemand op vakantie gestuurd. Die man lacht. Nog iemand! 38. Welke bank is dat? Oh, 38, 38, 76. Nou, dikke billen zwaar. Ja, nou zit hem dan nog dieper op. Kijk, 34, 30. 34, 30. Die rent nu weg. Alleen onze 34, is nu even 30. Zo, allemaal dagje. Hoppa, die rent net weg. Nick de Kroo. 2886 zet zijn auto hierin. 2886. Nick, spijt me keren, maar je zet je auto ook gewoon letterlijk in het dingetje. Oh, dit is zonde. En nu kunnen we wel genoeglijk gooien. Sorry heren, hij is net geband. Moet ik even de auto repairen? Wat? Ik heb iemand geband, maar die is tegen jullie aangereden. Is jullie auto nog heel? Ja man. Oh, helemaal goed. Alright. Waar is je auto heen dan? Waar is je Porsche? Hé? Hey? Hé? Hey? 1 knal 2 Thomas, kom eens uit. Hé? Huh? Waar ben jij? Nou, 2 kilometer. Nice. Hé? Hey? Die Porsche verdwenen joh. Is goed. Oh, hier. Oh. Zo. Oké. Hoppa. Dankjewel, Karel. Zo, nou, dat ook weer, hè? Goed. Zakelijke oplossing. Nice. Yo, Daan, wat sap, man, wat sap. Ja, maar waar zit die altijd al die voertuigen? Oh ja, dat is ook wel nice, inderdaad. Is die research al in de buurt, of niet? Oh, kijk, wat een timing, jezus. Chris, kom eens uit. Hey, bericht. Waar staat jouw voertuig? Goedendag heren. Die slopt aan de linkerzijde, aan de kant van de ANWB kant. Vlak bij die hacker. Maar ik ben uitgegooid. En nu niet meer, wordt op de... Ja, lamma. Zo. Werd gejapt dus. Een flinke stek, ik heb het nog niet geteld, maar dat is wel heftig inderdaad. Ja, dat is markt. Nou, dat is nodig. Alright, ga je het even nachecken? Helemaal goed jongens. Alright. Voor jullie heren, ze hebben nog 1 hostage binnen. Ze willen die mee naar buiten nemen ja, als ze weggaan hier. Ze hebben geen ijs of iets met groen licht gedaan. Nick, take me de 3 maatje. Ja, nu het wat rustiger is aan die kant, zullen we die hacker weghalen of... Edge. Okay. Price, kom eens uit. Geen bericht. Is die, kwam die DSI nou ook nog aankoppelen? Of, Positief, ze zouden komen, want ze waren ook bij een melding waar zware vuurwapens aanwezig waren. Dus ze komen er zo aan. Ja, oké, want we kunnen natuurlijk niet nu nog 3 jaar rekken eigenlijk. Want zeker, ik ga het zo vragen. Ik ben even onderweg naar het ziekenhuis op dit moment. Ja, is cool. Dan wachten we nog even en dan lopen ze weer naar binnen. En nog heel veel... Even pissen ook! Maar er kunnen sowieso eenheden afschalen en zien, ja, dit aan. Ik kom je zo wel weer ophalen. Ik schakel af. Maar even het dan niet in mijn hoofd namelijk. Alle hekken zijn weg aan de rechterkant. 106, kom eens uit. Ja, GP. Yes, jij kan ook afkoppelen. Yo, what's up? I'm back, man! Let's go. Nick, de Kroos met de 300 die zegt, hoezo ben je mij? Ik heb letterlijk niets gedaan. Ja, positief. Iedereen die zeg maar hier aan het klooien was, hier is gewoon voor een dag uit. Ik ga even snel, maar de politie gaf aan dat mensen werden geëerd. Dus iedereen die daar zat ouwe die heeft helaas een ban voor een dag daar, man. Sorry, kerel. Hey, Myro met de 300, yo, kerel, what's up, Myro? What's up, kerel? Myro, welkom met streamen. Je moet je wapens oppakken. Inderdaad, man, Paradus fan. Het is voor het zeggen, man. Gaan we het doen. Inderdaad doen. Ja, Price, ik denk, ja, we zitten wel met genoeg eenheden, joh. Anders moeten we nog 10 jaar wachten, joh. Alles is al klaar hier. Goed, ik kom er nu aan. Ik ben net klaar bij het ziekenhuis. Ja, dus goed, wacht even. Hé, even, je mag even omdraaien, jongen. Even het gebied verlaten, kom. Maar als jij te plaatsen bent, loop ik naar binnen en dan zeg ik dat ze zo groen licht kunnen krijgen. Ja, ik moet nog even snel in dienst en dan ben ik ook klaar. Oh ja, daar wachten we daar ook nog even op. Right. Even kijken, zo. Zo, morgen heren. Hey, we hadden even wat omstanders die een beetje irritant waren. Maar verder, we wachten nog op 2 collega's. Ja, verder gaat alles goed hoor. Je ziet ook dat de 5 doorgang al doorgevoerd is. Dat gaat lekker inderdaad. Ja, nee, geef hem nog even wat 2 minuutjes ongeveer. 2 collega's komen hier te plaatsen, dan zijn we helemaal ready. Hey, voor jou even een dingetje. Dat je daar niet raar van opkijkt. Deze meneer heeft soms last van zijn hersenen. Ja. Oh, ja. Hij was in die tunnel, was die rode SRT. Maar mocht dat gebeuren, ik ga op de bijrijdersstoel zitten. En dan als hij... nou, het gebeurt niet elke keer, zeg maar nee, ja, dan blijf ik... Net dan, was het echt te druk. Was mijn ga ik niet van plaats verwisselen, dan laat ik het voertuig gewoon lekker even uitrollen. En dan, dan weet je hoe dat komt. Okay, ik heb een indeling gemaakt. Nee, dat is helemaal duidelijk. Ah, die rode SRT, ja, die ken ik wel. Ja, toen kwamen jullie naar binnen. Het was het toen ging er iets niet helemaal goed. Nou, ik zag meneer schieten en ik vloog tegen het plafond aan met mijn auto. Jezus. Ik weet niet of meneer dat heeft gezien toen. Dat was echt zomaar de red weg. Ja, dat heb ik van hem gehoord inderdaad. Jij kopt het plafond eventjes. Ja, maar die situatie was inderdaad niet helemaal zuiver. En dan, ja, dat was het soort mij niet naar hopen. Ja, dat was gek. Ja, nou. Maar goed, mannen... Ja, ik kom nog 1 keer zo meteen naar binnen en dan ga ik zeggen dat we allemaal ready zijn. Dan kunnen jullie zo genoeg. Is goed. Dan ga ik vast een lekker slokje nemen en dan kunnen we knallen zo. Oh, kijk eens, je hebt nog een fles, joh. Helemaal goed. Ja, half vol, maar ja. Of half leeg, hey. Hey, de ballen, jongens. Ja, dat is... Die lach, joh. Mooi, hoor. Ik ga stuk, joh. Wat een gekkies. Zo. Nou, ik ga even mijn gauwens eruit halen. Ja, dat zou ik ook doen, ja. Hoppakee. Is die Chris er al, of niet? Waarom is dat ding niet? Nou, even kijken. Waarom gaat dat ding niet open? Huh? Oh, weet dat niet meer. Oh, hier. Nou, dan niet. Flik maar op dan. Pionnetjes, die mee. Right, zo. Hoppakee. Ah, daar heb je hem al. Check. Hey, grapjas, kom op zaten, man. Je gaat niet zomaar hierheen lopen. Er zijn vuurwapens binnen, man. Sorry? Wegwezen, kom. Oh, oké. Het gebied verlaten, kerel. Kom, wegwezen. Nee, ga nou ook even naar links. Je loopt allemaal voor voertuigen langs hier. Oh. Right. Ja, ik ben ter plaatse. Ik rij nu bij het ziekenhuis, dus. Alright, als jij ready bent hier, dan loop nog 1 keer naar binnen en dan gaan we een groen lichtje geven. Zo. Dat is al ja, positief. Ik rij nog steeds gewoon rond. Er is al een indeling gemaakt. Oh, kijk, top. Waar ja, dat is mijn auto. Penis! Lekker, man! Zeg dat hij niet mag drinken en rijden. Ja, ik stuk. Ja, dat heeft toch geen zin, man. Ja, let's go. Alright, even kijken. Ja, waar is Chris dan? Want hij is er niet, toch? Nog niet? Hey, hij komt eraan. Straat achterzijde staat 1 persoon in het voertuig. Even kijken. Zie Chris nou aan voorzijde is clear. Wat zit hij nou te doen, die Chris? Hij moet hierheen komen, hé. Is iedereen ready? Ja, Chris, ben je ook deze kant op? Ja, ik ben ter plaatse. Oh, jij bent er al, man. Ik zit je. Oké. Ik zei net al, van ik rij rondjes rond. En, oké. Nou, ik loop nog even naar binnen dan. In ieder geval, voorzijde straat, daarachter. Alright, oké. Alright, heren. Yo. Ik wil jullie mededelen dat wij de groen licht zo meteen gaan uitdelen. Graag die meneer even naast jullie voertuig neerzetten en niet meenemen. Dan gaan we een achtervolgje starten. Gaan we gewoon doen. Ik ben benieuwd. Nou, ik ben heel erg benieuwd of jullie nog met al dat drank op kunnen rijden. Ja. Stuk. Nou, dat kunnen wij wel, hoor. Alright, oké. Helemaal goed. Nou, jullie gaan zo meteen groen licht krijgen. Dan ben ik benieuwd hoe jullie gaan rijden. Helemaal goed. Hey, de ballen, jongens. De nieuwe Mercedes, die hebben lane assist, hè. Dan mag ik tegenwoordig 3 biertjes gewoon drinken. Oh. Ja, toen maar. Die zit erop op die gekke wagen. Ja, oké. Oké, gewoon 3 biertjes drinken in plaats van 1. Zo, dat wordt wel even raar hier nog eens. Jeetje, minuut. We gaan ervoor. Nou, heren, succes hè. Ik ga mijn auto zitten. Gaat alles goed? Ja, joh. Gestuk, jongen. Alright. Zo, we worden geschoten hier, joh. Ja, het is bij het ziekenhuis. Oké, dit gaat niet tussen hier. Ondanks die schietincidenten, ze maar gewoon ready staan, jongens. Hey, iedereen mag even het gebied verlaten, jongens. Kom, wegwezen. Kom, wegdraai maken. Daar kan wegrijden. Yo, hallo. Hey, praat ik Chinees of zo? Kom, opzouten. Kan ik gewoon niet stil geven? Een grapje, opzouten, hè? Kom. Hij maakt geen grapjes, hè? Opzouten. Wegwezen. Hij maakt geen vat op deze. Wegwezen. Jij mag gewoon even luisteren, keren. Of opzouten. Kom. Luisteren. Ik heb hallo bij meneer. Doorrijden. Kom, wegwezen. Doorrijden. Iedereen doorrijden, jullie twee ook. Kom, op zouten. Ja, ja, yes, 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 yes. Ja, ja. Gebied verlaten, ja, heren. Deze is die, ja, kom op. Kom, opzouten, man. Wegwezen. Ik snap dat zo niet, jongen. Wat een gedoe allemaal, jongen. Echt. Ja, klopt. Er staan ook drie voertuigen, één motor staat er in die straat naast de bank. Dus iedereen mag even hier het gebied verlaten. Alle voertuigen wegwezen. Yes, motor ook, opzouten. Yes. RS6 ook. Even naar voren rijden, even het gebied verlaten. Kom, wegwezen. Zullen we naar voren of naar achteren? Eens gaan al. Naar achter, wegwezen. Doorrijden. Kom, wegwezen. Oh joh. Ik ben er helemaal kaal van hier. Stap je in, collega? Dus je kunt jullie in je voertuig stappen? Ja, positief. Laten we beginnen. Jullie nemen de leiding, jongens. Oh ja, dit is aan Moskou. Ja. Hoi. Ja, lekker. Alright, Venus. Bannen, please. Dat soort mensen pakken echt een ban. Ban. Maar daar gaan ze, jongens. Gaan ze deze kant? Gaan ze rechts? Nee, ze gaan die kant op. Let's go. Wij gaan als eerst. Wij gaan als eerst? Ja, wij hebben de achtervolg. Wij starten de achtervolgpies gemaakt. Ah, oké. Dat is een G-Wagon, man. Ja, een G-Wagon, de first G-Wagon. Ja, ik ben benieuwd. Het hier is 6. Oké, dames en heren, we rijden nu richting. Frans, Chris, waar ben jij op dit moment? Ik sta momenteel op het kruispunt bij Diamond Casino. Ik heb echt het gevoel dat er 16 AK's ergens staan, bro. Oké. Welke kant rijden jullie op? Die wordt gek. Die G-Wagon is dik, man. Hij moet echt beter rijden, deze. Een villa-wijk, hoorde ik. Positief. Oké, is gehoord. Het voertuig niet meegehard, jongens. Dus een beetje kouder de ruimte geven, dan hebben we dit zo. Jullie hebben nog steeds de Villa-wijk in. Ja, we rijden zeg maar nu even kijken richting de snelweg. De sirenes blijven niet aan, jongens, ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is, maar voel me sexy als ik dans. Linker, sorry, rechteraad. Goed bezig, collega. Heel goed bezig, jongens. Heel goed bezig, wat. Hé, Braams, afkoppelen. Kom, wegwezen. Nee, die gaat niet. Afkoppelen, kerel. Oké, we rijden richting naar een casino nu. Oké, dus wij weg. Reis is hun locatie, dat wist ik niet eens. Dat is heel erg naar de kant die op beeld. Ja, dat is hem, ja. Maar ik zag hem. Ze heeft de hele korst daarachter. Ja, we rijden nu op het moment richting de grote bank. Jongens, kijk uit. Net waren er ook veel voertuigen voordat we al op plaats waren. Dus kijk uit nog een half procent. Maar ja, klopt. De laatste voertuigen wat ik gezien heb, daar zo bij de dingen waren drie voertuigen aan de linkerzijde van hun. En waar is die Lenas is dan? En verderop is een RS6. Meer niet. Oké, voor iedereen. Even voor iedereen, neem even afstand van elkaar, jongens. Even afstand van elkaar. Ze hebben drank op, jongens, dus vandaar dat ze een beetje slingeren op dit moment. We verwachten niet dat het op hoge snelheid een vervolging gaat worden. Inderdaad, ze zijn dronken. Ze lukken op de weg veiligheid. Neem afstand van elkaar nogmaals. Hé, paars SRT op zaten. Ik hier wel parallel van jullie momenteel. Rechterzijde parallel. Check. Dan blijven de sirenes niet aan, dat is kut, man. Oeh. Zo, kijk op. Nou, de bestuurder heeft soms een beetje hoofdpijn, zeiden ze net ook al in de bank. Gekke dingen, man. Ja, we rijden nog steeds richting die keet achter. Oost. Of west. Kun jij dat nummertje pakken van die paarse SRT, Sammy? Momenteel richting Nuremberg, hoor. Want die vliegt eruit. Vandaag straks. Die zit letterlijk tussen de auto's in. Amorox achter de DC-voertuig. Zouden jullie die andere voertuig even kunnen afblokken? Hij mag zich niet mengen met de achtervolging. Oké. Nou, daar rijden nog 5 voertuigen achteraan. Ja, achteraan is niet erg. Als ze maar niet jullie afblokken tussen de achtervolging door, zeg maar. Sirenes blijven niet aan, verdoen. Maar graag wat ook wat komst geeft, zodat ik ook parallel met jullie schaduw mee kan rijden, jongens. TDA. Oh nee. Er staan voertuigen op de berg, jongens, mijn band. Oh jezus. Jezus. We nu Olivelden tankstation. Jezus Christus. We gaan rechtdoor richting dat is shop Olivelden. Kijk collega. Kom ook weer leiding nemen. Ja, poes. Gaat bij... Wat? Hou de brug hoor. Gaat richting deze. Ik ga hem even snel repairen. Kan jij mij dekken? Ja, de N94 gaat hij op dit. Holy shit. Even kijken, hoe kan ik dit ding repairen? Ik heb geen repair kit, kut. Ik moet even swappen. Nee, ik heb voor je, wacht even. Ik heb... Ja, mijn band is lek. Ja, collega, wij hebben hetzelfde man. We moeten even de boel repairen. Verdorie. Ik wist het! Ik wist het! Even kijken, snel. Boys, zullen jullie meerijden? Kan... Dankjewel kerel, we redden ons wel, dankjewel. Hij is de N94 opgegaan. Nog een repair kit voor collega's. Ja, dat is DC. Meneer, even wegwezen. Oh, ik wist het hè! Ik wist het wel ziek dat ze op die banden. Ja, ik werd daar. Jezus. Oh, nou, rijdt u ook een SRT? Rijdt u die kant op? Ik wist zo. Mijn band is lek. Je skipt met Dono en heb je gegeven. Oh, echt zo sorry, maatje. Ik heb witte bonen met tomatensaus, krieltjes. Of en kip is niet zo gegeten, man. Dit is gewoon serieus de dood in springen al. Zitten jullie er nog achter? Ja, maar echt. Ja. Setup na setup. Locatie? Nu richting A9 winkel. A9 winkel. Heeft iemand contact met de Zulu, jongens? Oh ja, die moeten wel even... Moeten we die even erop zetten nu? Ja, dat is een goede idee. Je zei het nog, ik zei het hè Matthijs. Ik wist dat er iemand een hele massive setup ging gooien. Zo, wat een setup was dit, hé. Fuck jou. Holy fuck, wat is dit? Dat is ook allemaal collega's. Maar dit was te verwachten, hè? Ja. We rijden nog steeds op de A9. Ja, positief. Ik wist het, jongens. Kijk, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel grappig dat ze gewoon eerst gewoon chill rond gaan rijden, geen gekte en opeens dit, jongen. Volgens crash. Daarom zou ik ook iedereen afstand van. Ja, BTV Ammerhoek. BTV is te gaan op locatie op Oscar. Ja, niet gelukt. Hij rijdt richting Noord op A9? Ja, maar hij wil overstappen op een groene E800. Maar we zien het heet. Die E800 staat er inderdaad mee te bemoeien net. Ja. Laten we die even uit de bocht nemen. Het is dus niet meer op de A9, jongens. Nee, ik weet. We gaan nu langs Powerplant richting Rosse Dino. Ja, precies. Die Braamstra wil te instappen dus? Ja, dat zei hij net. Oh, weer een setup, jongens. Ze zijn niet echt heel recht ofzo. We rijden nu bij Roos Dino. Ik zie het inderdaad. De meldkamer gaat een keer. Ja, we hebben zijn band. Ah ja, 100%. Oh, dat is collega's. We hebben een setup, die SRT zwart hebben we in de band geraakt. Die rijdt helemaal op de berg in. Actieve komst geven. Nou, zullen we deze skippen? Ja, we gaan deze wel skippen. Sandy we zijn nu uitgeschakeld voor nu. Dan gaan we hierheen. Want daar is Sandy in. Want ik heb het gevoel dat er nog meer setups gaan komen. Anders Sandy goed op. Mogelijk staat er een helikopter klaar daar zo. Ja, als hij daar echt wel letterlijk even kulik op gaat. We moeten die keten nog hebben man, die banken of alles. Hier werd eigenlijk een setup gedaan. Gaat daar off-road mogelijk treinspoor op. Mogelijk treinspoor op is gehoord. We gaan even hier gewoon deze weg erlangs. Dus hij had off-road weggetje. Oha bro. Zo, we hebben daar even wat kogels gejankt. Gaat daar richting Sam. Sam City zei je? Ja, Sandy. Oh, Sandy. Zie je daar ook rechtsaf richting Sandy. Oké, wat voor voertuig ging het ook weer? G65 AMG. Oké. Ophelder dus. Ja. Nou, we rijden nu in Sandy. Hoeveel waren we met de Zulu? Sandy? Zulu is niet beschikbaar, dus Chris, kan je misschien omschakelen? Dat is mijn koppel met jou in de Zulu gaat. Is wel mogelijk. Als jullie hem bij kunnen houden, dan kan ik, moet ik wel een persoon hebben die mijn buitenlandse kan komen. Dat zal ik doen. Hier rechts. Hebben wij op dit moment, als Chris weer afvalt, wij een vervanger voor Chris op het moment? Positief. Check, graag dan doorzetten met het plan. Ik ga snel mijn auto maken, dan kom ik aan de video. Richting Step City? Kan er één eenheid dan richting het vliegveld gaan? Nou, positief. Ik snap er geen idee. Go to the sponsor, maatje! Dankjewel, maat! Bro, let's go man. Richting Step City. Wat vind jij hier? Ja, we kunnen ook op Sandy pakken. Ja, ze vragen om te repair. Maar ik hem daarvoor DC moeten. Ja, een D-sinkje, ja, ja. Hij is helemaal totaal los of zo nu? Of? Ja, nee, dat niet. Je kan die suggestie wel inplannen, maar dan moet je ook zeggen dat wij al onze voertuigen gaan maken, dan blijft het wel eerlijk. Lijkt bezig op de oude dagen, deel. Ja, wat de fuck, dat was nog... Door, was er even door. De A2 richting Paletten. A2? Wat de fuck? Ja, we hadden al gepaste afstand. Actie dat ze meerdere setups hebben geprobeerd. Ja, ze gaan nu toch wel repairen. Hoe ver was jij, Jan? We rijden nu A9, man. Wat de fuck? Oké. Okay. Wil je dat ik ook ga omkleden of niet? Jongen. Nee hoor, dat hoeft niet. Daar heb ik geen tijd voor. A2, wat? Ja, what the fuck? Ik dacht Step City. De collega's die erachter zitten, zouden jullie de actieve komst kunnen doorgeven, herkenningspunten door kunnen geven, alsjeblieft. Auw, kut, krappe puist open. Hier dus ergens. En we zijn nu aan het repair, dan komen wij er weer ooit zeggen. Ja, we moeten met achterhand naar 0 koms. Ja, we starten, we gaan nu terug richting. Rijden op de A2 richting Paletto. Richting Paletto terug. Huh? Dat snap ik niet, maar oké. Okay. Zijn jullie al bij die bal geweest? Die oranje bal? Kruispunt? Nee, we rijden daar nu terug Grapeshoot. Alright. Grapeshoot. Wat zit van een kind hier? Nee, hier, daar, volgens mij. Rijden op de berg. Ja. De berg? Oh nee, niet. De berg boven Grapeshoot rijden jullie op? Ja. Alright. Geen blauw-blauw, geen blauw-blauw. Ja, ja. Is een hele kate hier, bro. Wat de hel? Hier, daar. Ja, hele kate. Oh, er zit een hele kate ook achter al. Gaat hier naar... Iedereen Brabus hier. Ja, ik heb er ook in de motor. Ik weet niet of de Amarok... Ja, hier. Andere Amarok... Ja, rijden momenteel weer Grapeshoot in. Hij zakken in onze auto ook, 100%. De weg. Hier zou zien jullie rijden. Snijder, jongen, die auto. Afkoppelen, jij. Ik ben cool op Grapeshoot. Hoe ver was je uit, Jan? We rijden nu airport op. Oh, als smerig diesel pit daar. Die Brabant stond hier volgens mij ergens ook, man, die groene. Volgens mij was hij doorgereden. Ja. Die is hier ergens naar ingereden. Ja, momenteel midden in een Grapeshoot. Rijden we richting het vliegveld. Ja, als je die Brabant ergens ziet staan. Momenteel op het vliegveld. Dit is wel dik achtervolging. Gaan we richting garage bovenkant. Nee. Ja, Zulu is airborne. Oké, de mensen spoed graag onze kant op, want we hadden elk moment weer een server. Kijk, ik wil graag nog eventjes tot de rijders zijn actieve komst van waar jullie precies rijden. Momenteel nog steeds een Grapeshoot. Grapeshoot! Hey boys, bijna de fucking 500 likes, jongens, kunnen we die aantikken? Let's get it, man! Nog 34 maar te gaan, jongens, 34. Serious shot. Amarok achter de DC voertuig, zou jij de komst kunnen overnemen, maar yes. We rijden richting de A2. Dan Grapeshoot. Volgens mij heeft Sammy zijn drink geflikkerd ofzo. Andere... Momenteel op de A2 gaan we linksaf richting Paletto. Hey, we zouden misschien een inboxmanoeuvre kunnen gooien, dat is ook wel lachen. Hij rijdt niet heel hard, jongens. Daarom, dat is al... we kunnen het proberen. Richting. Ja, probeer een inbox. Ja, als jullie bij ons konden rijden, zetten wij hem er wel voor. Jullie zitten nog steeds in Grapeshoot? A2 richting Paletto. Zetten hem dan maar voor. Oké, of rood voertuig even wat bijtrappen. Hij is wel sneller, die wagen. En niet voor mij gaan ze op hem nergens. Oké, Zulu is nou bij Mount Chiliad. Wij gaan de berg links voorbij. Hebben we nog een beetje sap erin zitten dan? Ja, zeker. Jullie, onze kans richting jullie. Is hij helemaal zo bijna in Paletto? We hebben een vangrail nodig of iets, jongens. Dit wordt te lastig, ze kunnen ook zomaar over rood. Nou, in principe hebben we 4 voertuigen. Als je allemaal moet staan, kun je een inbox. Ja, misschien ook. We hebben gepit als eigen keren, volgens mij. Oké, wij zijn nu bij Paletto. Rijden jullie nog steeds op de A1 al? Ja, ze rijden nu op het zo, een inbox zou wel fucking ziek zijn, man. A1, sorry. A6 voor jou, die golf voor jou, die hoort er ook bij. Achter het trailerpark Paletto. Oh, banden schieten zo simpel. Zo'n inbox lijkt me terivet als we dat fixen. Dat me helemaal klem zet. Ik rijd nog steeds op het treinspoor. Een Sulu heeft zicht. Wat ben die joh, alle spellets. Vanaf nu neemt Sulu communicatie over. Oh, hij heeft een beetje overeind. Heb je nog communicatie nodig? Positief. Wij hebben nog steeds op treinrails. Zero nu houtzagerij. Geen stoelen was een ijs, ja klopt, maar behalve als ze heel veel gingen staan. Nog steeds op treinrails. Hey, als we die tunnel in gaan rijden jongens, kunnen we misschien hem daar proberen. Kun je proberen om het pad te rijden anders? Even kijken of ze hem erin rijden. Negatief. Hoppakee, gassen met de keet, gassen met de keet. Zo, als daar een set op stond aan het einde van die tunnel, hè. Oi, 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 oi. Hé, maar dit is wel leuk, man, deze achtervolging. Oké. Ah, ik vind het wel nice, man. Een keer een andere auto waar ze mee rijden. Weer wat anders. Ja, man. Die RP komt wel langs naar terug bij die gangs, man. Echt sick om te zien. Van een G-Wagon. We gaan nu weer een andere tunnel in mogelijk. Oh, niet. Maar voor jou waren we rijden nu gewoon boven de berg bij houtzagerij daar. Hij weet niet echt wat hij wilt. We rijden nu weer langzaam aan naar beneden. Ja, ze gaan een pick-up. Piemels. Ze zoeken naar een pick-up. Kom straks uit als mannen, bijna 5 bakje likes. Ik zie 1200 kijkers, man. Hé, welkom bij de stream allemaal, man. Lekker boys, ze gaan deze guys catchen. Voorhoutzagerij. Right, afzettingje. Kijk eens. We werken ook meer samen, man. Afzettingje hier en daar van de SIF. Sick, man. We terug richting Paletto. Negatief, nemen daar de afslag. Komen straks Kamar HB rechterzijde uit. Oké, we zijn ook bij de achtervolging nu in Afrika te baar gekomen. Let ook even op deze gebied. Even kijken. Even kijken, zegt hij. Goed geprobeerd, kom maar. Oh, dat ze willen overstappen in die paarse CT die hier rijdt. Ja. Zal ik die een beetje aan de kant houden? Ja, die rijdt de hele tijd al mee, hoor. Ja, dit is wat mooi is. Wow, spitten. Oh, joh, wat is dit dan? Dit is eigenlijk goed, hè? Oh, die heeft gekrit in de gaten. Ja, waarschijnlijk hoort hij er gewoon bij, hoor, die paars. Dus hij gaat verder. Inboxen. Inboxen, kom op. 360 houden. Dat is goed gedaan. Het op paar 6 T. Op zijn band lek. Yo, weg, uitstappen. Ik kan weg zeggen, uitstappen tegelijk. Graag 4 personen op de G-Wagon, de rest even op de omgeving opletten, jongens. Sulu heeft ook omgeving. Ik wou weg en uitstappen tegelijk zeggen. Ja, dat ging lekker. Hij is niet van weg. Eenmaal AT. Eenmaal? Of alle twee? Ja, 2 maal AT. Ah, 2 maal, ja, oké. Lexus, doorrijden, tempo! Kom! Misschien handig om eventueel de straat even af te zetten, jongens. Voor overig verkeer of eventueel een pick-up voor hun ofzo. Hé, Karel, kan je deze desbetreffende persoon heeft een neus op zak met 47 kogels. Ik weet niet of iemand deze zou kunnen afnemen. Pa, dit was netjes. Een verdachte met groen, groene polootje. Postig kan ik doen. Normaal was het gewoon goede podcast, kunnen we gewoon goed rijden, maar dit was goedkope rommelmaat. Ik ga stuk, man. Oh, 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 oh. Ik krijg hele goede rommel. Hele goede rommel. Goedkope. Ja, want die paarse SRT. Ik ga het vragen aan hun. Oprecht, want ik wil gewoon weten of hij niet een kloter is. Snap je wat ik bedoel? Ik ga dat wel even vragen, want... Ja, die reden... Ja. Hey, goedendag heren, die SRT paars, hoorden die bij jullie toevallig? Dat kan ik wel. Ja, is de motorkap eraf? Hier? Ja. Ja, dan zou het zomaar kunnen, wat heb je gedaan? Ah, oké, niet dat hij een kloter... nee, daarom zag ik ook dat. Ah, alright, nee, dat is helemaal goed. Alright, dan weten we dat. Daar zijn ze helaas inderdaad gecheft door zijn eigen guy, jongens. Ja, dat is dan helaas... Ja, kut voor deze boys. Mag ze wel, man. Dat was echt hard. Ze zijn naar Moskou sowieso. Alleen die paarse SRT. Kijk. Eigenlijk is dit de reden waarom zeg maar een random auto's niet moeten mengen in. Zouden misschien collega's middel die bij die wegafzetting kunnen blijven, gezien want je ziet dat het dingen kan verpesten. Het is nu dat het een eigen guy was, dus dat, dan is het helaas binnenkaas. Maar je ziet dat het super random kan gebeuren. Snap je wat ik bedoel? En daarom hebben we die regel dat. Voor jullie DC, die paarse SRT doet nog wel schaduw om het ongeval heen. Ja, ik denk dat hij al te veel heeft veroorzaakt. Zijn eigen heren zijn nu in de boeien door hem, dus om hem aan te houden is ook weer zo, ja, ik weet niet. Rijdt die F-kit nog in de buurt? Nice man. Ja, ik zie hem al, Eigenlijk is goed RP en Future moment zien. Luc, heel eerlijk, ik zei toen straks ook, ik ben echt verrast hoe die achtervolgingen en die scenario's gaan, man. Heel eerlijk, hij had een motorkap toch? Nee, hij was er wel af. Kijk maar, hij staat daar. Kijk, zie je hem? Hij staat af. Hij was er al, heet dat. Voor jullie, de paarse SCT zit vol op de kolen. Dus ik weet niet, man, wel lijp om te zien dat die gangs echt wel leuke RP's zetten, man. Dat vind ik echt vet om te zien, man. Yo, hey, Arend en de Euro, man. Ik heb een probleem met mijn RS7 in de stad. Het is gebeurd en ik kan hem niet meer gebruiken. Ik heb al een donatie en een supportticket ingediend, maar ik krijg geen reactie meer. Oeh, Arend. Arend, ik vind dat wel een lastig ding, want ik denk dat je een nieuw voertuig daar moet hebben. Maar ja, ik zelf behandel helaas niet tickets, maar ja, er gaat vast wel iemand naar kijken. 100% Arend. Ja, wel kloten, maar het kan wat langer duren dan soms, kerel. Sorry, maatje daarvoor. Wat raar dat hier gebeurd is, man, bro. Maar shout naar Moskou. Even eerlijk. Je mag gewoon schieten in achtervolgingen. Daar staat echt geen straf op. Of dat is niet dat wij... Of dat wij dat niet willen. Tuurlijk is dat dik. Maar voor jullie, het gaat meer om het lijkt erop dat de paarse SRT mogelijk iets op zijn stuur heeft liggen. Dus als hij hier in de buurt komt, zou ik overgaan tot Beetcafé. Alright, genomen. Dus ik weet maar, ik vind de gangs echt de laatste tijd, hè, Moskou, Netas, Moskou. Netas, Moskou. Nou, dat nu ook een Porsche Cayenne, blauw van kleur. Natuurlijk schieten hun ook en setups, noem maar op, maar... Die RP is gewoon clean, man. Dingetjes in de bank. Ik krijg meer mensen op die afzetting, want ze kunnen er gewoon nu doorheen rijden. Ja, ik vind het hard. Ook gewoon dit typetje van Moskou, goud, man. Ja, weet je, het is... nee, wel fire dat hun eigen guy, ja, hun erbij pit. Squidje teen is mijn man. Ja, man, GG's naar Moskou. Dit was dik, man, dit was dik. Ik vond het echt leuk weer. Ik weet niet, de laatste 3 dagen heb ik echt gewoon leuke achtervolgingen gehad. Zij hebben misschien gewoon een goede aantal collega's op de wegafzetting zetten. Ik ga me niet vertellen dat deze bij hun hoort. En gewoon bij Kamara B die kant. Hé, hey, Roos, maar even doorrijden, hoor. Dan zie ik gewoon een paar collega's nog zien rondlopen zonder iets te doen. Deze man gooit poel op met een Roos. Het enige wat hij zegt... Sukabiet. Ik ga stik, joh. Voor de collega's, even graag de 2 verdachten... Ook dit, hè. Dit hoort er wel bij Moskou. Tering dikke waggie, man. Is dat zo'n rave? Ik weet echt niet meer wat het is. 2 personen terug naar HB brengen. Of naar de Kamara HB. Tering grappig. Ook dit vind ik hard, man. Ja, Russische maffia's, echt Rolls Royces, G-Wagons, en Merry's. Fucking ziek. Ik kan er iets mee pakken. Komt die aan, hoor. Sukabiet. Ik ga stik, bro. Ah, ik waardeer dat wel, maar ondanks dat alles niet helemaal soepel gaat, de RP neemt wel echt... Nou, kom zo. Geen bericht. Misschien voor jou dat jij op de Kamar HB gaat posten. Ben je op dat dak daar? Negatief, want zij al met de Zulu erop gezet moeten worden. Ah, oké, dat kan misschien. Ik sta hier nu op het dak hierboven. Dus, check, we gaan de 2 verdachte personen begeleiden naar Kamar HB. En daar gaan we het verder afhandelen. Alright, alright. Maar zeggen, als jij op het Kamar HB wilt staan, dan moet je het even zeggen, Karel. Dan kan je daar eventueel op. Ik denk alleen dat ik meer van dit ben hier op de grond. Heb je geen medische zorg nodig? Ik ben toch weer een aanhaling op het en zo. Ja, vanaf Kamar HB heb je natuurlijk wel meer zicht, hè? Ja. Smiddags snel afkomen is ook een dingetje. Ja, van allemaal, ik neem ze nu mee met mijn collega, maar wij komen allebei later aan en we hebben geen idee wat we moeten doen, hoe en wat voor veroordeeld moeten worden. Ja, laten we gewoon met z'n allen sowieso even de Kamara bij een paar koppels heen gaan. Dan gaan we even de boel beveiligen ook. Hey kerel, maar even naar beneden. Naar beneden, kerel. Yo, hey Teun, ik ben een diermaatje. Hey Teun met de 3 zegt hello, lekker RP spelen, wat samen Teun, ja man. Dit was fucking dik, man. Dat was fucking dik. En ook vlucht van politie. Nou, standaard bank-OV-dingetjes. Right. En wie hoort er die keer nog bij? Oh ja, trouwens, ik heb eenmaal een Meos 540. Jullie komt nu een hoop zo'n aandringen achter jou, Karel. Gaat het dak op. Yo, kerel, je mag even het gebied verlaten. Kom, wegwezen. Je zit op het dak, zei je? Nee. Yes, maat, je mag even van het dak afkomen, kerel. Kom, wegwezen. Kom nu, gast. Wegwezen. Zit nou SO naar mij? Ik gestuurd. Nou, als die de verdachte binnen zit, jongens, zullen we het voertuig nog even in de palen zetten en dan de boel opruimen hier? Kijken. Oké. Okay. Oh, die rijdt nog. Oh, over de weg. Ja. Skibber de Denis, jongens. Skibber de Denis. Nou, dit was een frisse RP, man. Dit was echt een frisse RP. Karel, ik neem jouw voertuig mee, ja? Jo, is helemaal goed. Alright, zo. G-Wagon! G-Wagon, G-Wagon! De datten zijn 1,1 nu, toch? Positief. Top. Dus dan mag iedereen met zijn voertuig in de Camara B gaan. Alright, alright, alright. Rolling and rolling, controlling. Die Cayenne is ook. Die gos is echt dik. Nulke zwarte RS6. Wauw, man, ik wil die ook hebben eigenlijk, man. Stad 6. Wauw, die is echt vet getuned ook, bro. Ik heb zo'n afhandelen. Oh, dat is deze. Zet die Lexus er ook bij, hoor. Bro, die rol is echt tering dik. Is er iemand die hem vrijwillig afhandelen? Afhandelen. Oh, we beginnen bij wagen. Ja, moeten wij dat afhandelen, Samir? Nee, dat gaan we dan weer afhandelen. Jullie het doen? Hebben jullie er zin in vandaag? Ik heb wel een strafbare feiten voor doorgegeven, Dylan. Huh? De strafbare feiten, wat heeft u precies allemaal gedaan? Heb je dat doorgegeven aan de persoon die het afhandelt? Nee, heb ik gedaan. Okay. Oh, okay. Heb je het al gedaan? Top, het is al geregeld. Okay. Nou, alleen moet iemand hem afhandelen. Alleen, voor jou, het moet wel iemand van de politie zijn, aangezien het wel in de stad is gebeurd. Ja, anders dan handel ik hem af. Ja, ik wil ook wel doen als het maakt mij niet over. 31, 47. Ik heb ook de wapens even, wacht even. Kom ze even hier kijken. 31, 47, 31, 47. Ja, ga je maar mee. Joe. Papa, ciao. Kleine PC monitor voor het gunnen. Oh, omdat hij hem gaat afhandelen, mag hij ook wel een extra bonusje krijgen van mij. Ja, ik heb daar echt geen. Ja, ik weet niet, man. Op stream is dat gewoon echt een. Shit. Hey Dylan, waarom wordt er in China meer rijst gegeten dan in Japan? Hè? Is dat echt zo? Want Japan heeft sushi toch en zo. Daar zit allemaal rijst ook in. Ja, geen idee, bro, oprecht. Nee, ik heb echt geen zin in afhandelen, jongen. Dat vind ik altijd zo'n... Ja, positief. Zijn ze in de cel beneden? Right. Ja, positief. Penis! Oh, sorry. Jordan in, sta je gestuurd, man, bro. Oké, wij zijn klaar hier. Wij kunnen vertrekken. Alright, let's go. Of deze kan afschalen. Ik ging ze afhandelen, dan stuur ik even... Dus deze moet jullie inzetten. Yes, dank jullie wel, heren. Was een mooie arrestatie. Inderdaad, jongens. Trouwens, even nog complimenten aan iedereen. Goede achtervolging, goed afstand van elkaar gehouden. Ah, dat was clean, man. Het korps zegt wel. Dat bedoel ik ook te zeggen, jongen. Ja, we zijn echt niet de duivel. Het was echt wel een sexy sodemieten, man, wat we vandaag hebben gedaan. Dus het was echt wel sexy hoe dit in ons verlopen. Ja. Veel geschoten ook, maar ook gewoon een nette achtervolging. Ja, man, nice. Ja, man. Wat hebben we vandaag gedaan, Dylan? Ik heb vandaag maar gewoon gegymd. Gekookt. Ja, verder gewoon gechilled, man. Vandaag was het een beetje een relaxed dag of zo. Ja, niet echt iets geks of zo, man. Ja, maar goeie shit, man. Er wonen meer mensen. Wat bedoel je, best? Er wonen meer mensen. Er wonen meer mensen. Er wonen meer mensen. Ja, oké dan. Oké, ja, dat is een scherpe. Dat is een scherpe. Ja, China is fucking groot, bro. Je moet even een petje weer opdoen, man. Je helm is eraf. Ja, ik werd geslagen door die klotes in die bank. Ah, zo kut, inderdaad. Je moet deze auto even langs de AWB knallen, man. Hij heeft geel knipperend lampje, je krijgt niet weg. Schiet de doep. Zo, ik had inderdaad hier, waar jij zei dat ook al, echt zo'n nostalgie-vibe, man. Dat het gewoon allemaal weer zo leuk was of zo spannend of zo, ik weet niet. Oei. Waar is die noodknop? Ik vond het echt wel weer... Nee, je moet ook niet. Ik heb nog alles bij me. Wapens die ik moet straks aangenomen. Oh ja, die moet ook nog wegbrengen. Maar 10 minuten, hè? Zullen we dan eerst langs de ANWB repairen die size en dan leggen we hem daarna... Right. Ja, fucking clean, man. Shout out Moskou nog steeds. Ik blijf het zeggen. Ik weet niet. Gewoon die stad is wel heet vandaag. Ja, maar er is wel veel gaande, man. Dat is ook wel lijp. Er gebeurt veel, man. Dat is nice. Piemels! Oh, sorry jongens. Ik moest even. Ja, gewoon relax dat het gewoon... 7 en 21,08 schalen af. Laten wij... ik slip op. Een fijne dienst. Ja, het is gewoon clean, man. Het is clean. Ik vind oprecht dat het gecontroleerd gaat of zo, man. Sowieso in de porto van politie, hè. De achtervolging, de keuzes. Alles is gewoon wat gecontroleerder en gewoon lekker relaxed, man. Er gebeurt zeg maar geen chaos meer, geen boosheid, geen issues met onderhandelen. Het is gewoon chill, man. Dat is eigenlijk wat het hoort te zijn ook, man. Dus ik ben blij dat wel gewoon weer zichtbaar is, man. Die vibe, dat het gewoon weer chill is. Ik zit naast zijn vader. Zit je naast zijn vader, Jesse? Ja, fucking dik om te zien, man. Ik weet niet. Ah, die Moskou ook gewoon een beetje... het fijn als ze een ton aan geld ook weggeven. Ja, dat is ook wel lijp, man. Ah, ik weet niet, ik vind het wel hard. Broodje kipvlees niet koken, Jamie. We hebben aardappeltjes met een kipsnitzel. En witte boontjes gedaan. En met zo'n citroen eroverheen. Ze hebben ook gekookt, maar dat was het middageten, die broodjes. Ja, fucking lachen, man. Fucking lachen. Iedereen moet nu genieten van elk moment. Mis nu al de oude RP-tijden van 2020. Same, man. Same. Maar het ding is, we zijn gewoon... de stad is gewoon heel combat. En op zich... natuurlijk, zonder combat is het ook niet leuk. Dus ik ben echt wel blij dat er hier en daar gewoon wel wat gebeurt. Het is meer van... er moet wel gewoon meer RP gebeuren. En ik zeg je eerlijk, de heren van Moskou vandaag... Nee, dat zie ik ook veel doen. Die gooien een scenario, dus die RP helemaal. En leuke quizvragen, dingen waar ik wel vandaan... een beetje hun leren kennen in die bank. En daarnaast gewoon een achtervolging zonder airfricats of snelle motoren. Ik ben die motoren helemaal zat eigenlijk. Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk meer om achter motoren aan te raken. Behalve bijvoorbeeld Lost MC. Lost MC trouwens ook. Oprecht, volgens mij sinds dat die verplichting van RP, hè, dat je per se in scenario's moet doen. Je ziet oprecht echt dat er leuke scenario's ontstaan nu, man. Ja, het is jammer dat het dan een beetje verplicht moet worden. Dat het, maar ja, wel chill dat er nu iets gebeurt. Hé, hey, is dit een ANWB'er? Hallo! Hoi! Mevrouw, kunt u ons helpen? Ja. Helemaal goed? Oké. Zo. Yes, wij kwamen tijdens een achtervolging helaas tegen een voertuig aan. Nee. Oh, sorry, jeetje. Dat gaat wel heel heftig naartoe. Dat ging de verkeerde spier. Alright, ja, we hebben een geel knipperend lampje, dus hopelijk kunt u hem even fixen. Penis! Ja, komt goed. Oh, heel ver. Gaat met wijf, gaat goed, man. Gaat goed. Lof, dat vraag. Penis! Hé, jongens, eerlijk hè, mannen. Ik loop wel veel te vreed hierna, maar dat banaantje. Handjes! Oké, sorry. We gaan wel even snijden, man. Ook fruit eten, man. Dankjewel! Fijne dag! Ik zeg, laat me heel veel met een banaan. Ah, dat klinkt raar. Ja, nice. Wat zeg je, maat? Ja, ach, je hoort het niet beter. Oh. Ja. Niet gewoon combat voor het schieten. Je moet combat... Godver... Je moet een combat combineren met RP. Dan vind ik het niet erg. Dus gewoon een goede reden om te schieten. Maar elkaar... Kijk, ik vind het echt eerlijk, bro. Wat wil je nu aan het eten dan? Bedankt. Ik ben gezond aan het eten af en toe. Ja. Ik blijf ongelooflijk. Hoezo? Iets veel, man. Ja, bro, komt echt door het gymmen, man. Ik sport echt veel. En streamen, hè. Streamen is ook wel echt zwaar, hoor. Je hebt zoveel zin in eten en drinken, dus niet te doen. Maar wat ik dus mee wil zeggen... Gewoon bestellen, gewoon lekker eten. Ja, lekker snaaien, hè. Alright, laten we die zooi even wegleggen. Morgen! Snow was saap, pik. Yo, man. Yo, man. Zo'n mooie wagen. Hey, die gaan wij er ook bij. Wacht, kom. Ik zet jou wat beneden af. Ja, beter, ja. Beetje, ja. Beetje, ja. Wow. Yo, Bonsie, man, met een 3-1, jongen! Gooi je meest random dansje in de loft naar jou. Ik ga Sam even gooien, man. Sammy gaat even naar binnen, zo. Shisha is wat wij willen. Shisha maakt verschillen. Hoppakee. Wat zei die Chris nou weer? Dikke gek. Oké, randomste dansje ooit. Ik wacht hier wel even. Ja, is goed. Alright, Ranus een landje ooit. Oké, daar komt hij, daar komt hij. Let's go, man, let's go. Hey, bom, ten we de €3,01, jongen. Let's go, broeder, let's go. Hoppa. Nee, de RP is nice, man. RP is nice. Ah. Hey, ik word gerateld. Hey, prijs is op, er wordt gerateld naast ons. Oh, kut, dat ging niet. Nice. Dat was een soepele downs, jongens. Doe je downs. Doe de switch. Hoe ging dat ding ongeveer? Man klikt op de emo. Bro, wou die ass smacken. PO4 klikt 5 keer de verkeerde emo. Ja, joh, ik ga stuk, man. Geen, was een goede taans, jongens. Zo, wat een outfit van Pavel. Dat is sowieso Pavel. Pavel is altijd de guy met... Bro, ik snap echt niks van die kijkercounter. Opeens hebben we de 850. Dan weer 700, dan weer 600. Ik snap er geen reet van. Ik had al 3 vuurwapens op, maar ik weet ook... Die oude vreedzak. Bo! Banaan, bro! Banaan! Gebruik banaan! Zo kan ik er geen clips insturen van Twitch zelf. Ik weet het niet, man. Dylan Hofman, 21 is op DC dienst in 5M roleplay en klikt vervolgens per ongeluk op de emote interactieknop. Oh. Trouwens in jullie porto. Oh. Hey Jacco, 5 mannen, want dan zit in je bloed. Eerlijk, je bent lenig in de heubers, die zie je gelijk. Hey Jacco, je moest eens weten wat ik nog meer kan. Pas op, jongen, pas op. Staat de telly op de lader? Yes, sir. Piemels! Lekker, man. Hey, ik bedoel, nee, dat... Ach. Ik heb dus een TikTok, hè, jongens. Oh, die is echt leuk. Waar is mijn... Hier, is die gijzeling nog gaande, boys? Wacht. Ik pak maar even hier. Hoe zeg je dat? Ik pak even TikTok erbij hier. TikTok. Even inloggen. Deze is echt top. Deze is echt top. Alleen op mannen of op vrouwen? Ja, alleen op mannen. Oh, ja. Jij? Ja, op. Liz! Nee, maar de fucking 5 Liz! Ik was die AWB sneeuwmagnet. Ik had pas later doordat jij er was stond dood te volgen. Liz, ik heb nog nooit met jou gepraat in game. Wauw, Liz, shout aan jou voor de 5. En thanks voor het helpen. Wauw, Liz, shout aan jou. Liz is de AWB'er. Oké, man. Goeie shit. Hey Liz, dankjewel voor de 5. Ja, onze ouders doen het weer nu. Goedemorgen, hé. Ja. Ja, Kian, dat was echt een fijn bankje, bro. Sustas, kus, die. Maar een strik van zijn leven, bro. Imagine. Vraag dus aan... Waar is Price? Price, kom eens uit. Oké, brug. Ben je in de wc gevallen? Oh. Ja. Yeah. Yeah. Hoi, smeriger dan dat kon je niet zeggen. Yeah. Maar wat de fuck? Oh, nice. Heel mijn motorgap weer naar... Oh, jee. Motorgap. Wij zeiden dat vroeger de hele tijd, jongen. Oh, man. Motorgap. Meneer Gap. Heel even rustig. Wat zeg jij? Het is nu heel even rustig. Ja, ik moet even naar het ziekenhuis. Even een heel... Zou ik anders mijn nieuwe codenaam in bij de DC Gap? Grijp, kom eens uit. Ja, zo lachen. Meneer Grijp. Dat betekent trouwens hoer voor de mensen die het niet weten. Ja, let's go, man. Dat moest ik even erbij zeggen. Alright, even naar het ziekenhuis. Ja, nice, man. Penis. Ik bedoel, wat? Tjus, hé, maar jongens. Zo, ja. We hebben geraakt. We zijn echt fucking hard gaan schieten op die setup daar toen op die brug. Ah, netjes. Hé, hey, de G-Wagon van hem. Nou, ik ben zo terug. 1 seconde. Ja, ik moet ook. Alright. Hoppakee, penis. En maar jongens, voor de mensen die een beetje van Twitch... AMP zit hij ook. Wat moet je allemaal doen, jongens, om bij Twitch partner te worden, man? Je moet toch een hele week streamen of zo en... x aantal volgers hebben of iets. Wat moest je nog meer? Ik weet het niet meer. Hoe oud ben je? Wat is je niveau? Bro. Ik ben bijna 22 over een paar dagjes. 2 dagen zelfs. En mijn niveau... Ja, ik heb nog steeds MAVO gedaan, jongens. Waar is die noodknop? Kut, dat zeg ik dan niet. Sorry. Nee, what the fuck, dat is geen noodknop. Wat lul ik nou weer? Kun je kop of niet? Hier is die noodknop. Oké. Let's go. Hey, Fulia staat hier nog steeds op Longbank. Roze Taycan. Staat nu in. Rijdt Roze Taycan, kut. Dat ding is zo snel, man. Er zitten 3 agenten in. Wat staat hier? Noodknop. Noodknop is van Sam. Dus die is ontvoerd. Let's go. Is Sam al gegijzeld? Dankjewel, kerel! 2 collega's zijn gegijzeld. Momenteel is Lijfverveder. Nou, dan Lijfverveder gaan we richting basic fit op die hoofdweg. Deze fit, hé. En wat voor voertuig rijden ze? Een Taycan, een roze Taycan. Dat ding is fucking snel. Dat is gehoord. Wij rijden momenteel in een markt A6. Blauw van kleur. Nou, langzame snelheid. Waar rijden jullie nu? Momenteel boven de ANWB. Nog steeds richting basic fit. Oké. Nou, dan gaan we nu langs de kapperzaak en langs taxi. Hierboven. Nog steeds richting basic fit. Dus nu zijn 116 gaan we rechtsaf naar beneden. Naar beneden, kut. Dan gaan we linksaf onderkant basic fit op dit moment. Oh, daar! Dan weer linksaf, weer bovenkant basic fit. Dan weer rechtsaf, nu voor basic fit. Ja, we zijn aangekomen. Ja, we hebben hier hier achter ons. Ja, dan komt weer voor DC. We hebben nu nog langs. Rijden we richting... DDA aan de B. Wat is dit? Nick, gaan we links op de A2 op. Echt zoek vervoer dat ik dacht. Ja, klopt. Ja, we hebben opeens gegijzeld daar. We willen iemand staande houden en opeens dit. Maar zit ze in het voertuig, Mas en Sam? Ja, die zit in de roze Taycan. Wat? Misschien niet een idee gewoon om gewoon helemaal volledig in te boksen en dan gewoon een BTGV uit te voeren? Ja, iemand moet gewoon voorrijden en de ander van de achter. En iemand aan de zijkant. Oh, kijk uit, ja. Gaat hij links? Dat is toch niet? Nee, hij slaat hier linksaf. Linksaf, Niels. Ja, dan gaan we. Kijk, we gaan weer La Vette Blanca. Wat deed je? Achtervolg je. Welke van de vorige rijden in de markt? Ja, rij maar ervoor, dan zet ik erachter. Hier nog golf, dat is snow, 100%. Ja. Oh, hij gaat even groot. Mooi auto is dat. Hoe hard gaat deze auto? 300 plus of zo. 306? 309 of zo? Ja, ben die range vast gelegen? Geen range. Niet? Kut, wow, er lag er vooruit. Hij zit hier achter mij, is die ook niet van ons? Ik ben een golf 8. Oké. Doe ik hier golf 8? We rijden in ieder geval een aantal voertuigen, dat is waarschijnlijk deze hier achter ons. Ja. Voor de voorste A6 probeer iets af te vormen, iets af te remmen. Ja, dan ga ik aan de zijkant staan. Ja, doe maar. Zullen we de zijkant pakken? Aan de zijkant? Ja, ik pak hem aan. Ja, ik pak een zijkantje. Oh, jammer, ja. Oh, maar gaat er 100 plus hier ook. Zo, mooi. Zo, dat gaat wel 200 hier. Ja. Kijk die SRT, jongens, die rand echt best wel heftig. Jezus. Zullen wij even een off-roader erbij ketsen? Ja, nou, doe maar weer hetzelfde als net. Ik pak hem wel de zijkant dan weer. En wij stappen even over naar een off-roader. Ja, die ding. Oh. Ik word er helemaal gek van, jongen. Stop, blijf helemaal rechts rijden. Ik blijf wel links rijden. Dan, anders pak jij mijn zijkant, zet ik hem achter als hij links rijdt. Ja. Skip de dip! A60 gewoon voor blijven. Hij gaat gewoon off-roaden tegen de langste. Ja. Dus heeft echt geen zin. Hoppa. Nice, we zijn even off-roaden pakken voor die... Ja, het is jammer dat ze zelf niet meewerken. Dat is gewoon beu. Dat is zo jammer aan RP, jongens. Die betere, of die inboxies kan je bijna niet doen. Ja, hij heeft wel toestemming gekregen, denk ik. Ja, mooi. Wat doet deze man? Ja, ik weet niet. Fuck. Maar die inboxing in het echt is super mooi altijd. Geen schade voor de rest? Helaas, in RP gaat mensen altijd elkaar peuken natuurlijk als ze ingeboxt worden. Dat snap het wel hoor. Ja, het is gewoon kut. Maar het zal wel clean zijn als je wij gaan proberen naar voren te rijden, gaan wij proberen af te remmen. Dan gaan we rechtsaf weer mee. Nog een keer jongen. Hij kan niet weg hier. We zijn hier. Hij rijdt zichzelf klem. Oh nee, gijzeling, doe maar hier mee. Oh ja. Want hij kan nooit hier weer terug. Er komen allemaal auto's vandaan. Ja, sowieso staan er al mensen binnen. Probeer het nou zo snel mogelijk van tevoren af te blokken. Ja, ik weet het zeker. Holy shit! Ik pit door de sub! Die tijd kan is niet normaal. Er is een gijzeling hier waarschijnlijk, jongens. Holy fuck. Yo, hey Ako, dit hebben we fucking 3 maatje. Of ASO, jongen. Ako, dankjewel, maatje. Ja, mijn houtje ook. Ja, ze hebben wel meerdere mensen gegezeld. Oh! Excuus. Ik zie een mes en een shotgun ook. Nog een pistool. En ben ik 3 agenten, maat. Oh ja. Die kijken nog hier blijven, jongens. Hou hem even, je bent te veel. Die kijken nog hier blijven. Sorry, ik heb niks gedaan, jongen. Ja, dit is al, ik zie een pistool, shotgun, mes, ja, zo'n gijzeling. Ja, een human. Zeg zo'n feestje, hè? Ik heb niks gedaan, jongen, zegt hij. Maar als hij kan, gebied verlaten. Wegwezen, kom. Doorrijden. Kort, waar ben jij? Ja, hou hem maar gewoon in de boeien. Doorrijden. Dan kunnen ze hem terugrijden. Ja, we gaan hem gebruiken. Rouwactie. Ik ga stuk, jongen. What the fuck? Mogen ze gelijk 200 geven voor die Taycan en voor die collega. Hebben ze zelf geen voertuigen binnen, denk ik? Dus hebben die 2 F-gecats. Ja, 2 F-gecats. Maar ja, anders wordt hij in beslag genomen, speelt de politie. Klopt. Piemels! Ik heb zin in een banaantje. Lekker man, boys. Oh, kut. Ik moet wel om 11 uur gaan rijden. Ik hoop dat het nog een beetje snel gaat. Ja, doe maar even voor jullie jongens. We hebben in ieder geval 1 van hun nu bij ons. Dus het is mooi een onderhandelingspuntje ook voor hem. Ja, daarom. Ja, doe maar wat lichte motor oproepen. Nee, ik ben bezig. Top. Wat jij ging niet jongen. Goed. Wat dit? Clean hoor, dit. In een volwassene, ja, ja, zie. Zet eens die lampen van je uit, want ik op je af, jammer. Gebied verlaten, jongens. Wegwezen, kom. Het gebied verlaten. Hé, hey, hallo, spreek Chinees of zo. Kom, doorrijden. Hoeveel hostetjes hebben ze eigenlijk? Hé, kom, naar achter. Yo, kerel, heb je nou wat zeg je nou? Heb je nou iets in je oor zitten of zo? Kom, op zouten. Kom, wegwezen. G-Wagon ook. Nou, ik kan met een Audi RS6 kan die off-road, dat vind ik ook wel. Nou, ga die discussie even ergens anders voeren, kom. Ah, oh, weg man. Laat me niet, man zegt sukkel. Ik heb een haantje. Ah. Oh, je bek man. Oh, je bek man. Sukkel. Oh, je bek man. Hey, hallo, je mag even vertrekken, jongen. Wat zei je meneer? Maar even vertrekken. En anders? Ja, niks en anders. Kom op, zouten. Wat denk je? Dat het onderhandeling is of zo? Ja, jullie paar. En anders? Ja, man. Hé, hey, laat hem maar, Noah. Laat hem maar, maatje. Hé, hey, maar Ako heeft gezegd, yo, bo, hoe is dit? En we zijn er weer nog steeds geband. Soon zijn we weer terug. Free SK. Hé, hey, Ako, shout out naar jou, bro. Nice, man. Dus je komt weer terug, bro. Hij beter, maat. Beter. Hé, hey, Ako, hebben we de fucking 3 broeder. Vragen wat hier de bedoeling van is. Ja, hou je ervan dat ik naast sta? Kan je van eerlijk in zijn hoor. Dan ga ik wel een beetje hier staan op stoel. Ja, hier staan. Ik ga ze vragen. Penis. Ja, let's go. Hey, CBRN, Manet 3 en Manet 4 zegt... Yo Dylan, zou je dit niet hardop kunnen lezen? Oh jongen. Zijn jullie te glad? We zijn op dit moment wel heel erg druk, maatje. En het bestuur sowieso, man. Want dat bestaat uit mij en Tom. Dan weet ik niet of ik zijn Jan vragen, je weet dat. Dat kost helaas even tijd, man, bro. Sorry, maatje. Ja, Tom is ook deaf namelijk. En hij kan niet, zeg maar, alle tickets daardoor behandelen. Omdat hij heel veel moet doen, zeg maar. Dus vandaar dat het altijd wat langer duurt, man. Die ga je weer streamelements bot toevoegen. Ja, ik moet dus inderdaad even op zoek naar hoe ik mijn Twitch inderdaad beter kan maken, man. Dus dat gaan we zeker inderdaad wat doen, 100%. En meteen kan je in Discord geen Twitch clips links sturen, ook niet in de media wordt geblokkeerd door de bot voor heel. Ja, klopt, die clips staan, oh ja, je kan geen linkjes doorsturen inderdaad. Ook nog maar een keer naar kijken. Ja, ik moet nog veel even uitzoeken, jongens, zeker met linkjes en zo. Gaan we even doen, man, boys, gaan we even doen. Ja, het ding is wel, ik moet om 11 uur wel gaan, jongens. Maar goed, we zien wel waar dit eindigt. Ja, ik kom in die auto's oprijden, ik weet niet of dit deze is. Yo. Dat is deze. Ik ga stuk. Zie het nu pas. Zo. Denus. Scooby dat met de Denus. Amateur streamer. Inderdaad, Henkie. Inderdaad, man. 100%. Ach joh, daar maken we 12 uur van, jongen. Ik ga stuk, Jamie. Nee, ik sla vandaag bij vrouwtje. Bij vrouwtje. Bij vrouwtje. Door Twitch. Ja, man, Dirk. We zijn ook live op Twitch, man. Maar kut, zo. Er liggen wel twee collega's naar binnen. Putverdum. Weet je waar wij gaan doen? Even wat te denken. Kun je de ingang afzetten van de Naps? Controlling, je bitch doet vies in de woning. Hey, Willem Trades met de 3 mannen. Heel veel zes tijdens achtervolgingen. Groeten Trades. Trades? Hey, eerlijk mannen, dan ga ik gewoon eerlijk zijn. Ik heb jullie naam nog niet horen vallen. Maar Trades, what the fuck man. Doop dat jullie zijn, dus dit... Oh, ha, bro. Ik zeg je eerlijk, die groeperingen die zijn bezig met dingetjes man. Trades, shout out jullie boys. Let's go. Nummer 3. Ik hoop dat deze achtervolging... snel in gang kan zetten, want ik heb wel zin om even inderdaad in een dikke vette huts weer te komen, man. Nou zo, met de Katie, man. Potver. Twee efficats, kut, sorry. Wat een dingetje. I'm rolling, man. Hoe heet je vriendin? Ach ja, mijn naam. De vriendin van mijn... Vriendin van mijn naam. De naam van mijn vriendin. Die kan je gewoon opzoeken, maar... En weet je wat het is? Kijk. Mijn vrouwtje is echt top. Alleen, ik wil gewoon niet zo'n grote projector op haar, weet je, van... Ja, uiteindelijk, mensen mogen echt wel weten wie ze is. Hè? Qua naam, qua weet hoe ze eruit ziet, maar... Om dat de hele tijd, zeg maar, via de stream te zeggen, voel ik niet, man. Ik wil gewoon niet dat er zoveel druk op haar komt of zo. Heel eerlijk, dat is al zo hier en daar. Het gaat alleen maar om mij bij haar TikTok of weet ik veel. En dat wil ik gewoon niet zo hebben of zo, voor haar overal niet. Dus ja, man. Dus ik zou zeggen, gaan we op onderzoek uit. En dan vind je het vanzelf. Ja, ik werd opgeroepen, man. Waar moet ik naartoe? Ja, ik werd opgeroepen, man. Ik doe mijn lap. Pak mijn waggie even. Ja, toch? Ik zit hem even bij mij neer. Alleen ons. Ik leen deze even. Hoezo dan niet? Oh jee. Zo, daar hebben we een beetje zo'n... hoe zeg je dat? Betere piek! Penis! Nice, jongen. Lekker, man. Haar naam is Erika. Jij snapt hem, boys. Erika. Wat een stad, man. Geweldig wat je doet. Goede content. Ook lekker bezig, man. Metings is zo slecht. Ik hou van Future RP. Ik ga stuk, man, Bink. Shout out, bro. Dan kan je naar de stream je DM kijken. Lars, ik ga mijn best doen, bro. Ik ga mijn best doen, bro. Ik moet veel doen, man. Eerlijk, Dylan is zo... Is het top-notch? Ja, man. Tuurlijk. 1000%, bro. Echt, ik zeg je eerlijk, bro. Soms... Kijk. Ja, het is niet dat ik mezelf helemaal niets nut vind, toch? Maar soms besef ik... Maar wel van, hoe de fuck heb ik dit gefixt, weet je wel? Dat, man. Dat. Dus, ja, dat is wel, ja, ik heb het echt, ik heb geen hoe, maar dat is wel lijp, man. Zo naar binnen zeg ik heb 10 minuten. Hoezo skip je mij? Wat is er, Nico? Zo te zien is Deftom lekker bezig met zijn. Er staat sterretjes, ik snap er niks van. Penis. Ja, ik ga stuk. Een 48 uur stream, ja. Ja, man, what the fuck, man. Barry Bangle, man. Wat een legend. Ja, hij moet ook content creator worden, man. Die kerel heeft zoveel tijd in de stad nu al. Zo bizar, man. Manse stream? What the hell? Oké, let op. Yo, Barry zegt al lang live, man. Oh, wacht, Apeldoorn ook hier. Hij is nu in totaal... Future staat hier. Future. 13 dagen... Oh nee, hier is even langer Future gedaan. 2 weken geleden ook. Pak een beetje, soms 4 uur, soms 9 uur, soms 6, soms 7, bijna 8, soms 10 plus. Ik ben gevraagd wat hier de bedoeling van is. Dat is echt bizar. Nou, ze willen gewoon een gijzeling doen. Gewoon een Jumelefs gijzeling. Barry Bangle is echt aan het strijden, man. Wat een legend. Dus hebben 6 eisen. Nou, een eerste eis is geen Zulu. Tweede eis is vrije doorgang. Derde eis is... met een hosses naar de Afrikaans toe lopen en dat ze dan daar losmaken en dan opstappen. Vierde eis is dat ze 60k krijgen in totaal voor alle hossetjes. 60k, even kijken wat andere prijzen. Vijfde eis is een collega terug. En de zesde eis is een prijs. Maar voor de Goldman is €6,79. Hij is een strijder. Mavo, top bro. Hey, maar voor de Gold, dank je. Pak je wel voor de 6,79. Willen ze die Taycan in deze staat terug hebben? Donderbox is vol, man. What the fuck? Die Toto. Dankjewel. Hij is bijna Toto, ja. Ja, die MAVO gaat mij lang achtervolgen, dat weet ik nu al. Ah, dat ding, hij heeft een A6 flink staan beuken op de snelweg. A6 flink staan beuken? Ja, oh ja, klopt ja. Dus voor mij mag je niet kijken als je echt geel lampje hebt, vind ik het prima. Wat heb je met z'n benen? Het is Mees. Ik ben gewoon... ik heb soms zo mijn woorden. Eerst was het meneer Kippie. Toen was het kutje. Penis. We zijn er nu al drie, toch? Ik heb zelfs hier een knuffelpenis. Moet je kijken. Het is echt... Het is no cap. Het loopt uit de hand. Kijk daar. Hij heeft ook een gezichtje. Ben je niet gekoppeld? The fuck. Dus ja, ik weet het. Niet barken, man. Ik ben niet barken. Ja, dan wordt hij wel vrijgelaten, hè? Meneer Gijp. Oh ja, ik wil even nieuwe. Dit afzetten. Monster Traffic Custom Reshade. Dus je bent die anders die alleen rijdt en die op een deurbui kan omschalen? Ja, Niels die rijdt momenteel alleen. Ja, mijn kop zit binnen, maar... mijn kop op mijn nemen krijgt. Ja, dat komt wel goed. Okay. Ja, en die andere twee dan, want die hebben ook geen voertuig, hè? Ja, komt goed. Hey, ja, maar die kan al met over de P mee, hè? Hey, prijs, kom eens uit. Heel iets of zo, maar... Wat zeggen jullie, boys? Oké, deze hebben we nog. Ja, jij weet wel de toestand met dat zwart geld, toch? Voor het realistic? Ja, hoe willen we dat nou doen? Want meneertje heeft alles gepakt. Ja, zo beter. Kan ik hier gaan zetten? NFRG. En even voor jou, Snow, die Taycan heeft inderdaad een geel lampje, dus ja, hij is ook golf goed. Wordt niet gerepareerd. Dit is een beetje donker ofzo, een beetje blauw. Real. Deze dik, man, met die blur. Kijk, ik vind die blur... Het is totaal niet ideaal. Kijk, wat je ziet tijdens inzoomen zie je zo'n blur. Maar kijk even hoe die game er nu uitziet, bro. Wauw, deze is vet, man. Kijk hoe realistisch alles oogt. Zie je die blur? En zeg maar in de bovenkant van mijn beeld? Kijk. Het heeft wel iets, maar het gaat me irriteren, denk ik, bij shootouts. Real V is dat. Oké, dat is best wel hard. RGB. Ja, dit is gewoon eigenlijk de kleurvariant daarvan of zo. En dan hebben we RTX natuurlijk van vroeger. Het is heel fel, man. Ik ben zo terug even voor het geld regelen. Ik weet echt niet welke ik het dikst vind, man. Deze ook wel een vibe. Maar ik heb het gevoel dat deze een beetje te donker is in de nacht. Oh! Oscar! VVV, man! Let's go, man! Oscar met een 10! Yo, dit ik heb helaas een perm te pakken vanwege script. Ach, klote, man! Oscar, het is echt... Waarom de fuck, man? Goed. Helaas alleen nooit geïnject op Future. Gaat wel missen, maar nu extra hard trainen, want de Summer Boys moeten er wel komen natuurlijk, bro. Oscar, jongen. Ik heb zo gezegd, jongen. Ga gewoon niet cheaten, want of je wilt gewoon spelen of je wordt eruit gezet, bro. Skip dat, man. Ja, Oscar, dat is wel fire, man. Dat is wel echt kut. Maar maatje, Oscar, ga lekker fucking trainen, bro. Doe dan... Dat is wel goede shit, man. Oscar, dankjewel, bro. Ja, dat is gewoon fucked, man. Ja, daar kan je ook niks mee tegen betekenen, man, bro. Maar jongens, het is wat het is, mannen. Helaas, script is gewoon de grootste fucking boomer shit van Future de afgelopen tijd, van 5M. Iedereen doet het bijna en ja, dat moet gewoon ophouden, man. Ja, script is te goedkoop, dat is het. Het is zo goedkoop, dat daarom doen mensen het heel erg. Dat is gewoon jammer, bro. Dat is gewoon jammer. Level plus. Nou, dat is ook niet aan. Ik wil alleen weten hoe het eruit ziet in het donker met deze preset. Want ik vind hem wel clean. Het is lekker realistisch gewoon. Nice. Oscar meteen wel 10, broer. Nice. Ah, kut, man. Over 7 minuten moet ik gaan, boys. Het heeft geen zin om hier mee te koppelen, man. Ah, ja, dat is wel kut. Hé, hey, Price. Eentje voor leiding. Pak het dan. Soms met die headset op zijn kop stuk, bro. Ja, dat wordt hem helaas niet, jongens. Sorry, man, boys. 10 uur per week is dan te duur. Ja, maar ja, je kan daardoor wel een hele week lang rellen, weet je. Snap je wat ik bedoel? Henkje, het is echt bizar. Ik heb meer FPS, man, met deze graphics. Van reshade heb ik het gebruikt. Kijk zo. Ja, man. Hey, Price. Oké, nou, ik sleep terug. Ik moet de stad uit, man. Over 6 minuten. En dan ga ik me niet redden om hiermee aan te koppelen. Geen probleem. Ik ben met hem hier. Ah, is goed. Zou ik dan even die wagen meenemen hier? Ja, neem maar. Is goed. Hey, is goed, jongen. Hey, Snow. Hey, Snow. Ga je weg? Ja, man, ik moet gaan. Ik ben een simp namelijk, dus vandaag. Hey, Snow, de ballen, hè? Hou hem stijf. Goed dat je het zelf zegt. Ja, nee, dat is... Hey, wat Gep? Je bent een Gep. Ja, is goed, jongen. Ik schiet ze even af, man. Brouw, jongens, kom. Kunnen we wel. 4 EPS. Kom maar, man. Dus wat gaan we doen? Echt een stuk, jongen. Wat een gekkies. Ja, deze preset ziet er wel vet sexy uit. Gewoon lekker simpel, man. I'm rolling, I'm rolling. Ja man, het is alweer 11 uur. Oprecht? De tijd is wel snel gaan vandaag man, oprecht. 10 euro lifetime, oh hier daar heb je het al. Oh, ik dacht per week inderdaad. Oh, oké, fucking hell man. Script lifetime 10 euro. Snap je? Ja, pss, bizar man, bizar. Dan kan je beter aimen, heb je zo'n box om iemand heen zitten en zo gezeid man. Geen doetjes man. Ik heb heel wat dinges met cheaten. Kijk, het gebeurt in heel veel games. Dat is gewoon zo COD, Fortnite, gewoon alle bekende games zitten gewoon cheats. Dat wordt gewoon voor dat soort spellen gewoon heel erg uitgevonden. Want het is gewoon gewild bij deze spellen. Zoals die gewoon veel gespeeld worden, logisch. Het ding is alleen, ja, in RP begrijp ik het gewoon echt niet, man. Want het ding is, ja, je bent hier toch gewoon een beetje om, als je verveelt, gewoon om een beetje te gamen of zo. Maar mensen nemen dit spel zo serieus dat ze gewoon gaan cheaten omdat ze niet kunnen winnen. En dan, ja, dan denk ik van, ja... Kijk, ik speel 5M tuurlijk voor mijn streams. En mijn streams zijn mijn werk. Maar uiteindelijk, om te gaan cheaten vind ik wel heel heftig of zo. Dat het gewoon zo per se gedwongen wordt bij de man. Dat is echt bizar, man. Lijkt me juist kut als je... Ja, ik vind het ook, Henk. Als je al die troep in beeld zit, dan word je ook helemaal gek van, man. Maar goed. Bro, zorg dat je anti-cheat van Valorant hebt. Ja, het is niet zo makkelijk, man. Dit soort dingen is bijna niet met anti-cheat te bestrijden, man. Het is gewoon helaas... dit komt er doorheen, man. Dus ja, man. Goeie shit. Hey, maar mannen. Ik wil jullie wel echt super erg bedanken voor de stream vanavond weer. Dat was echt weer een chille stream, bro. Oprecht, man. Morgen zijn we er gewoon weer bij. Zo'n super dope zijn als jullie weer komen kijken. En, bro, eerlijk is eerlijk. Ik blijf het gewoon zeggen. Er wordt hier natuurlijk veel gezout over de stad. Het is niet leuk, dit, dat, zus, zo. Maar ik zie veel nieuwe mensen. Ik zie eigenlijk ook weer een soort van... Kijk, er zijn gewoon heel veel mensen met cheats geband. Wat ik nu wel echt zie, sinds dat die allemaal een beetje geband zijn... Mensen durven wat meer scenario's te doen. Mensen gaan wat meer op pad. En mensen durven meer wapens te gebruiken. Dus uiteindelijk, door een beetje de rotte appels er nu uit te trekken... Zie je dat de stad een soort van andere afslag neemt. Want heel eerlijk, kijk. Natuurlijk, DC doet ook niet alles perfect. What's up, Lucas? Tegen de fucking 3 man. Nu zijn we naar Trades met een scenario. En hopelijk over 2 maanden up ben. Lucas, shout out voor de 3 man. Sowieso shout naar Trades, man. Ik hoor straks wel, of morgen wel, hoe het is gegaan, man. Shout naar Trades, man. Ik merk heel erg dat sinds de cheaters een beetje minder zijn geworden, dat er meer ruimte is voor RP. Dat er een soort van meer rust in de stad is. Tuurlijk wordt er geschoten hier en daar. En er zullen er altijd nog wel hier en daar wat cheaters zijn. Maar ik merk in de houding van de politie en DSI dat er een soort van weer wat meer... Ja, gewoon... Yo! Oscar, bro! Shout-out! Ja, we gaan Barry reden. We gaan Barry reden, man. 100% jullie hebben gelijk, man. Let's go. Wauw, Oscar, het hebben we de 15, man, bro. Shout-out, ja, man. We gaan Barry reden, jongens. Iedereen moet even bij Barry kijken, man. Oscar met een 15e donatie. Ik heb erin tegen het. Alleen gebruikt op andere steden en nooit op Future. Maar goed, eens een cheater, altijd een cheater. Nooit gedaan op Future, maar goed. Was ook nooit intentie, to be honest. Ja, dat is gewoon heel erg, Oscar. Wij worden zo erg gereld door cheaters dat wij gewoon helaas een strakke lijn in moeten trekken naar iedereen, bro. Dat is het ding. Kijk, Oscar, ik weet echt donders goed dat jij het waarschijnlijk niet gaat doen. Zeker niet als je de manier waarop jij doneert. Jongens, gooi even allemaal even bij Barry iets leuks in de chat, man. Die man is 48 uur live. Gooi eens even wat liefde, man. Maar het ding is, we moeten gewoon tegen alle cheaters helaas geen pardon meer hebben, man. Het ding is gewoon, het is gewoon echt uit de klauw aan het lopen. En ja, dat kan gewoon niet, man. Dat kan gewoon niet meer. Dus helaas moeten we alle cheaters bannen, man. Het spijt me, jongen. Het spijt me. Wel, dankjewel voor alle donors, bro. Oprecht, bro. Maar skip dat zoveel doneren, man. Insane. Insane. Chat. Barry is nog lekker live. Hij is echt lang nog live. Ik zou zeggen, ga even lekker genieten bij zijn stream. Ik ga er van tussen. Ik wil iedereen super erg bedanken voor de support. Sowieso, ten voor de top donaten, man. Fastlife007, deze man is 150 euro. Heeft hij gedoneerd. Bizar. Wauw, man. Goeie shit. Chat, thanks voor alle liefde, jongens. Morgen ben ik weer live. Super dood. Als jullie weer van de partij zijn, dan ga ik jullie morgen weer zien, jongens. Thanks voor de liefde, jongens. En tot morgen bij een groene stream. Ciao!